Hoi, welkom bij een nieuwe track record van Atletiek Vlaanderen. Zeg niet langer de Vlaamse Atletiek Liga, maar het is de nieuwe naam of de vernieuwde naam. Van de federatie. Geen wijzigingen bij track record, we blijven gewoon track record. En mijn naam is ook nog steeds Ben, mijn moeder zal dat heel graag horen. Vandaag drie gasten, want wij blikken vooruit naar de Europese kampioenschappen in Rome, die ja, over een paar dagen van start gaan. De selectie die is uh, intussen bekend met een mooie selectie van zowat 60 koppen die richting Rome gaan trekken, richting de Italiaanse hoofdstad. En bij ons twee atleten die deel uitmaken van die selectie. De ene is onze beste speerwerper. Die ons land ooit heeft gekend. Negenvoudig Belgisch kampioen trouwens. De andere is een atleet die jaren deel uitmaakt van de Belgische top op de korte sprint. En die dat trouwens combineert met een academische carrière. Dus allemaal best indrukwekkend. En ons derde gast is freelance journalist die alles kent van atletiek, de binnen- en de buitenkant van de sport. Dus uh, benieuwd wat het gaat geven bij onze vooruitblik. Dus welkom Timothy Herman, Elise Meehuis en Milan Augustijns. Ja, Timothy, negen heb ik juist geteld. Negenmaal kampioen. Ja. Ja. Okay, ja? Of moeten we dat aan je vader vragen? Die weet misschien nog beter. Ja, hij, hij, hij weet wel alles beter. Ik ben niet zo... Ja. Als het, de eerste keer dat je kampioen wordt, Belgisch kampioen of Vlaams kampioen, is dat leuk, maar mm -hmm. daarna is dat... Een gewoonte is dat niet echt nodig meer. Uh, voel, heb ik ook niet het gevoel dat ik me hoef te bewijzen of mm -hmm. zo. Ja, op een en, bepaald moment is het misschien... En je doelstelling is ook uh, anders. Je ambities zijn anders. Mm -hmm. Dus je wilt meer dan uh, Belgisch kampioenschap of een Vlaams kampioenschap. Ja, Elise, bij jou moest ik kijken, je bent al met de aflossingsploeg, met de Lira al Belgisch kampioen geweest, zelfs een Belgisch record even in handen gehad. Oké. Okay. En individueel? Hm. Enkel 60 indoor, denk ik. Oké, okay, toch. Ik moest ja. even zoeken, maar ik vond het niet. Ja, direct ik denk terug. op de 100 uh, nog niet, maar wel 60 indoor. Hm. Uh, nog net voor uh, Rani Rosius alle titels begon weg te <laughs> <laughs> Voilà, maar toch die ene titel ja, neemt ze ook niet meer af. Timothee, <laughs> um, je bent net terug van, van Ostrava. Je bent daar naar de Golden Spike Meeting geweest. Hoe is dat daar voorlopig? Ja, op zich, Ostrava is een superwedstrijd. Is een van de mooiste wedstrijden, eh, wedstrijd, denk ik, in, in, in Europa. Dus ik was sowieso al blij dat ik mocht meedoen. Um, ik had natuurlijk wel de ambitie om, om ay, eindelijk dan dit jaar die 80 meter dan te overschrijden. Want dit jaar uh, heb ik het wel lastig. Um, ja, het vooral, was jouw vijfde wedstrijd van het seizoen. hè? Ja, de, vooral technisch zit ik. Ay, fysiek zit ik super op mijn beste vorm ooit. Um, um, het is gewoon puur technisch. Um, een bepaalde fout dat ik maak. En um, hoe sterker, hoe sneller dat je bent, dan, hoe meer dat fout uitvergroot wordt. die fout, Waardoor mm. dat dan. Ja, ik gooi nu vooral zeer hoog. En uh, ik, ik heb al de pech dit jaar, de, op de meeste wedstrijden dat ik nu al meegedaan heb, dat er zeer veel uh, tegenwind was. Uh, ook in stadiums vooral dat ik gegooid heb, waarbij dat de, uh, de wind zo wat onduidelijk is. En, uh, dus dat eigenlijk echt in de hoogte zit dat de wind zit. Dus uh, in stadiums zit de wind meestal niet laag, maar meer hoger. En dan heb je ook niet zo door dat er echt veel wind is. Maar, uh, maar ja, waar jij begint aan te lopen voel je de wind niet, maar... Ja, Moet je dan ja, ja. anders gaan, gaan, well, gaan werpen? Moet ja, en, dan, is in in dan theorie dan zou ik lager moeten gooien. Dus, uh, dat, dat was nu bijvoorbeeld ook in Ostrava. Dus, uh, uh, nummer 1 en 2 ay, wat, zijn de top 3 van de wereld. Dat was uh, Jacob Vlachek en uh, Julian Weber. Zij hebben hem gegooid, maar zij gooien eigenlijk zeer laag. Uh, ja, puur op kracht en ook zeer laag. Maar dan heb je bijvoorbeeld Andersen Petersen, die was net voor mij, maar die gooit ook 15 meter onder zijn record. Maar die gooit eigenlijk op dezelfde manier van mij ook zeer hoog. En dan heb je ook nog uh, de hongaar die uh, achter mij was. En die gooit ook 10 meter onder zijn record. Dus het was echt zo'n yeah. wind als je hoogte te. Uh, hey, wat neemt. Dat, dat, dat puur een hun nadeel was. Maar moest dan meewind zijn bijvoorbeeld. Dan, dan, dan waren wij in het voordeel. Okay. Um, maar natuurlijk, ja, het zo plezanter hij moest kunnen <laughs> schakelen. En dat ik zo ook wat lager zou kunnen gooien. En uh, ik heb het geprobeerd, maar het was niet leuk. Ja, bij je echt werd treustel, stijl, toch? 75 meter. 37. Ja. Je hebt al, ik heb het gezien, vijf wedstrijden afgewerkt in vijf verschillende landen. Ja. Dat is serieus wat, wat hoogte gemaakt dan, denk ik, op die manier. Ja, ja het, het is een beetje zot op zich. Um, ja, het is natuurlijk ja, um, moeilijk wat ik zeg ook uh, met de podcast. Maar ik was niet echt akkoord met de federatie, met de top 18 regel dat ze toegepast hebben op het Europees kampioenschap. Mm -hmm. Ik sta wel tiende van Europa, maar de ranking ken ik de geschiedenis van dat de ranking zeer rap kan fluctueren. En de mensen die achter mij staan, dat leden, dat weet ik, zijn allemaal toppers. En als die twee, drie goede wedstrijden doen, wat dat iedereen ook kan, euh, dan kunnen ze eventueel over mij gaan. Dus jij moet wel naar die wedstrijd of moet, Dus ik dacht: van je ja, moet daar punten gaan uh, pakken of punten uh, afpakken van anderen misschien wel. Ja, niet afnemen, maar gewoon van: ik moet gewoon zo hoog mogelijke wedstrijden nog meedoen en proberen mijn vijf beste wedstrijden nog een klein beetje bij te stellen. Zodat ik het eigenlijk maximaal heb gezet in mijn kunnen toch. Want uiteindelijk ben je toch nooit in de problemen gekomen, hè? Uh, nee, 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 nee. Maar, denk like ik, zeg ja, je ziet iedereen bezig en denkt van ja, als, als de. Ajay, als die atleet zou je twee, drie goede wedstrijden doen. Of je ziet op stages, ook iedereen bezig. En dan weten we van iedereen is wel goed bezig. Maar ja, uiteindelijk, ja, de ene hem dan. En dan, ja, dan gebeurt niets aan de ranking. Of je ranking is stevig genoeg. Maar ik was er niet 100% vertrouwd mee. Ik wou ook mijn ranking voor de Olympische Spelen zo rap mogelijk omhoog krijgen. Ook omdat ik daar zo het gevoel heb van: ja, is het voldoende? Ja of nee? Ik zit zo nog wel in, in, in een twijfelmoment. En dan ja, opeens is dat in mijn hoofd geschoten. Van ja, ik moet toch zorgen dat mijn rankingpunt opeens moeten. En dan ben ik zo wel zotte ding ben gaan doen. Ben ik opeens naar Arizona gegaan om daar uh, een wedstrijd te gaan doen. Uh, ja, ik zeg vijf landen, maar ook meerdere continenten. Ja, uh, Amerika, Afrika ook geworpen. Ja, twee dagen ja, voor Arizona ben ik pas toegekomen. Dus ik had ook totaal niet uh, met, 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 met uur uh, geen rekening gehouden met de uh, jetlag of zo. Gewoon, ik zeg fysiek voel ik mij super. Dus dat gaat wel geen probleem zijn. Maar. Uh, ja, moest dan gooien om vijf uur morgens Belgische tijd. Dus, uh, ja, dat, dat is dan een beetje het nadeel. Milan, jij bent misschien beter vertrouwd met ook de rankings. Is het dan toch beter om bijvoorbeeld vijf te worden in Ostrava dan een Vlaams kampioenschap te doen bijvoorbeeld en daar dan beter te gooien, maar dan minder punten te krijgen? Want op een Vlaams heb je zelfs geen punten, denk ik. Of ja, beperkt. Als je wint, dus wel, denk ik. Maar voor de rest um, valt er weinig te verdienen. Terwijl Ostrava is um, ja. gold label zeker. Uh, dat, dat is wel het probleem um, bij mij. Al veel punten, bij, is. Mijn slechtste wedstrijd is, is bijvoorbeeld 80 meter met 100 wedstrijdpunten. Dat komt erop neer: uh, 15 punten is 1 meter. Dus als je dan als je kort uitreent, is dat 6 meter extra aan punten dat ik bij heb. Maar als ik dan bijvoorbeeld een, uh, een Vlaams kampioenschap meedoe, of, of zelfs een kont, als je, like de IFAM bijvoorbeeld, mm -hmm. dan verlies ik al 3 of 4 meter nog voor ik start aan mijn wedstrijd. Dus dat betekent eigenlijk dat ik al 3 of 84 moet gooien. Om okay. hetzelfde resultaat te hebben van derde te zijn in Ostrava. Dus dat heeft totaal geen nut, om, in mijn ogen, dan toch, voor die wedstrijd te gaan doen. Want dan, ja, dan, dan, je hebt dan, dan goed, moet je dan eigenlijk al de rechtstreeks limiet gaan gooien. Hmm. Dus, uh, het enige wat je wel je voordeel is in België, is dat je kunt kijken naar de wedstrijden, waar is er een bepaalde wind. Dat je zegt, ja, ik gooi redelijk hoog, dus waar is er meewind? Uh, en dat je daar dan misschien meer uit gaan kijken. Maar ik denk dat de punten te belangrijk zijn momenteel. En, ja, ja. en dat werd wel het nadeel van ons atleet, dat we gewoon verplicht zijn van veel meer te gaan reizen. Ja. De organisaties profiteren er dan ook natuurlijk van. Die, die zeggen dan ook van, ja, komt je maar, maar ons budget is op, bijvoorbeeld. Dus als je gratis wilt komen, doe maar. Oké, okay, wat ze dus, weten, je hebt dit nodig om... Ja, ja, dus dat is wel een macht. Ik denk gewoon dat er een te groot contrast is tussen de... De gold, zilver en brons. Ik denk uh, dat je dat, dat iets minder. Uh, ik vind wel dat er, ja, dat er een verschil moet zijn tussen uh, een plaatselijke clubmeeting ja. en, en, en een brons bijvoorbeeld. Maar tussen een brons en een hout hoeft er voor mij uh, ge geen groot verschil. Nee. Uh, maar uh, ze, hebben het, ze hebben het wel bewust zo gedaan, omdat ze natuurlijk willen dat op die goldmeetings dat, uh, dat er zoveel mogelijk goede atleten. Dat wel, ofwel ga iedereen. Uh, ja, gratis aan wil gaan, zijn eigen hotel betalen, zijn eigen vlucht betalen. Ja, ja dat is absoluut een, dus, een, dus een belang systeem. Like in Frankrijk is er, zijn er vrij, zeer grote budgetten voor dat atleten. En dan zie je in het speerwerp dat zij gewoon heel de wereld rondvliegen, en gewoon van de ene wedstrijd naar de andere. En die betalen alles zelf. Waarom? Omdat de, de Club of de Federatie uh, geld genoeg heeft. En, en dat, dat maakt het dan wel oneerlijk een over de atleten, die het wel. Ja. Hey, Daar gaan zien. ze allemaal puntjes sprokkelen. En op ja. het eind van de rit hebben ze dan een grotere aandeel. Op die manier. Is dat dan ook moeilijk, Elysia, om zo op wedstrijden binnen te geraken? Ik ken jou vooral van, van de Belgische wedstrijden, de grote Belgische wedstrijden. Maar om als atleten dan op die grote wedstrijden binnen te raken? Ja, ik probeer dat in de winter wel een beetje zelf te doen. Um, dan ben ik wel al op... Ik uh, ben ooit ook wel op de, in Lievijn mogen gaan lopen, op de Gold Meeting. Maar dat was zo nog in 2020, uh, denk ik. Net voor dat hele puntensysteem. Maar sindsdien is het wel echt moeilijker om in die meetings binnen te geraken. Want ik zelf ik zo indoor wel in een bronze meeting binnen. Maar hoger, zilver is zo. Soms op het randje en zo. Maar op een gold meeting denk ik niet duidelijk. Met mijn tijden raak ik daar gewoon echt niet binnen. Um, en outdoor, door ja, moet je echt al een manager hebben om dat allemaal voor u te regelen. En ik heb op zich nog altijd geen manager. Dus um, ja, ik, ik focus mij ook voornamelijk op de 4x100. En daar raken we dan wel bepaalde meetings binnen. Omdat we daar toch aflossing lopen bijvoorbeeld. Ja, vorig dus jaar hebben jullie denk ik de Diamond League in. En... In of twee Londen. jaar geleden in Londen gelopen? Dat was vorig jaar. Vorig maar dan jaar, hebben we wel niet ja. individueel mogen lopen. Maar uh, ja, wel een, hele een mooie ervaring. Ja, zeker. Um, maar dus ik probeer mij vooral op de 4 100 te focussen. En um, ja, ik weet ook dat het op de 100 gewoon super moeilijk is om ja, op een WK of een Olympische Spelen of zo te geraken. Mm -hmm. Dus daarom focus ik mij op die 4 100 Ja, bij jullie zitten er een beetje systeem anders in elkaar voor de aflossing om zich te kwalificeren voor de Spelen dan vooral. Moesten jullie naar de Bahamas... Ja. Hoe was het daar in de Bahamas? Behalve warm, wellicht. <laughs> warm, inderdaad. Vooral Curaçao eigenlijk, de Bahamas. Um, het pre-camp in, ja, pre in Curaçao. Dat is toch een ander klimaat nog dan de Bahamas. Um, maar wel echt een hele mooie ervaring. Um, ja, het was echt heel leuk om een keer zo met, want het was mijn eerste wereldkampioenschap, om een keer met, andere, ali, met, land, met mensen van over de hele wereld samen te zitten. Mm -hmm. um, dus het was echt een hele mooie ervaring. Ook het pre-camp met die wedstrijd dan op voorhand in Curaçao was een heel goede oefenwedstrijd. Voor de aflossing ook. Um, en ja, de sfeer met alle ploegen was ook leuk om met vijf aflossingsploegen samen. Ja, het was een grote aanwezig. groep waarin alleen ja. de borlés familie bij wijze was. En nee. <laughs> het, het verleden misschien, maar nu ja. vijf ja, ploegen. Ja, of vier dus ploegen, met dan de mixte. Ja, inderdaad. En dan ook met alle entourage, denk ik, dat we met veertig man of, ja, ongeveer waren. Dus dat was wel uh, ja, een mooie groep daar. En uh, ook wel goed kunnen trainen, goede omstandigheden. Want toen kijk je daar dan op terug? Jullie missen net die selectie. Ja. Eigenlijk, ja, twee plaatsen tekort, denk ik. Jullie ja, we staan zeventiende, denk ik ongeveer. Maar het was inderdaad zo wel zuur bij die, uh, op zondag bij de, tweede, ja, de, de herkansingen dan. Dat we, als, ja, dat we zagen als we um, in de tweede reeks waren ingedeeld, dan hadden we eigenlijk ja, met gemak die tweede plek kunnen halen. Mm -hmm. Omdat die, ja, dat was een veel makkelijkere reeksindeling. Dus dat was wel, ja, dat deed wel, ja, toch wel even pijn <laughs> om dat dan te zien. Um, maar op zich hebben we daar wel een mooie tijd neergezet. Um, ja. Ja, jullie beste dus, tijd, die 43-17. Ja. Ja, Want het is de top 16 die naar Parijs mag. Ja. Top 14 die is al zeker van een plekje op basis van de Bahamas, de resultaten van mm -hmm. die World Relays. En dan zijn er nog twee landen. We um, zien dat we daar straks wat meer op gaan inpikken op ja. die Olympische Spelen. Maar oh, nog heel kort over de Bahamas. Je hebt in de reekse meegelopen, of de eerste ronde. Ja. In de tweede ronde was jij er dan niet bij. Nee, klopt. Wat is daar dan gebeurd of, of, of hoe, kwam dan, hoe kwam dan dat jij dan uiteindelijk niet liep in die herkansing? Um... Ja, er waren, ja, Jani had ook heel goed gelopen in Curaçao, dus we zagen ook wel dat zij goed in vorm was. Um, en de wissel tussen Rani en mij, en ook Rani en Jani ook, daar hadden we ook in Curaçao zelf op de wedstrijd. En, ja, de, dat was wat moeilijkheden gewoon algemeen met die wissel. Um, dus was het ook wel een keer goed om dan een keer nog eens te wisselen, dat we beiden een keer uh, liepen. Daar kwam het eigenlijk ook een beetje op neer. Um, want die was ja, wel, wel goed, maar niet optimaal, zal ik zeggen. Dus daar uh, wou we een beetje verandering in brengen. Want het houdt wel een zeker gevaar in, dan denk ik ook, van toch iemand te wisselen. Want hoe, hoe brengt ze jou dat nieuws? Dan is dat dan een teammeeting? Ja, dat was een vergadering waarin dat dan inderdaad gemeld werd. Ja, dat is nooit leuk om te horen. Je loopt liever zelf. Maar langs de ja. andere kant, ja, we waren ook daar als ploeg om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen. En, en als, een, heel... ja, als een andere, andere viertal dat dan doet zonder jezelf, ja, dan ben je nog altijd gelukkig. Want dan ja, gaat de ploeg nog altijd naar de Olympische Spelen. Dus, uh. Want de ploeg is ook een beetje door elkaar gegooid, dan qua volgorde. TK ja. in München was jij nog startloopster. Ja, dan Delphine, dan Rani Vinke, Rani Roosjes. Ja. En nu zijn, de wissels, zijn die wissels ja. omgedraaid. Jij loopt nu derde. Ja. <laughs> Rani Vinke startloopster en klopt. Rani Roosjes en Delphine en Kanza ook omgedraaid. Ja, dat was voornamelijk omdat ja, Rani Vinke al heel veel met Rani Roosjes had gewisseld. En ik met Delphine, waardoor dat die wissel, dus wissel 1 en 3 eigenlijk hetzelfde bleven. Okay, okay, en dat ja. er enkel de derde wissel, uh, de tweede wissel, sorry, um, veranderd werd. Um, ik vond het wel spannend, want ja, op de derde plek lopen is toch wel iets heel anders dan op de eerste plaats. Maar ja. ik vond het ook wel fijn om dat te doen. Ik denk dat uh, mij ook wel erg ligt daar. En van waar, van, van, van waarom was die wissel dan voornamelijk? Of dat doorschuiven? Wel om de wissels tussen Rani en Rani en uh, mezelf en Delfin te behouden. Ja. Maar waarom ben jij dan oh. naar de derde plaats doorgeschoven? Omdat ik dan aan Delphine, omdat zij eindigt, dan geef ik de stok aan Delphine. Ik zou denken, jij bent de beste startster, we behouden ja. jou op die eerste ja. plaats. Ja, ik heb er zelf ook over getwijfeld, maar het is de coach die dan die beslissing neemt, omdat hij de wissels dan belangrijker vindt op dat moment, dan ja. dat ik een, een goede start heb. Um, dus ja, dan uh, is dat zo gekomen. Is er zo een wissel, ja. ja. Ja, EK. Jullie zijn alle twee van de partij op dat EK. Je moet hier, hoe kijk jij naar dat EK? Je hebt in München was je erbij. En 2 uh, WK was je erbij. Hoe kijk je nu naar TK en Rome? Ja, ik wil sowieso wel, wel goed presteren. Dus dat is sowieso het eerste. Dus ja, het moeilijkste is die kwalificatie overleven. Dat is uh, de eerste opdracht. Uh, ja, Wat ik eigenlijk nu gedaan heb deze winter is eigenlijk de lessen uitgenomen uit 2K het, uh, het WK was mijn finale totaal niet. Omdat uh, ik fysiek ook like, uh, daar niet aan kon. Uh, Twee, twee keer kort op elkaar gooien. en Nu hebben we eigenlijk deze winter daar wat voor gezorgd dat ik fysiek eigenlijk beter zit en dat ik, uh, eigenlijk, zeg maar nu vorige week, kon ik gewoon vier werptrainingen doen op één week. Wat al jaren geleden is dat ik dat kon doen. Ja, ik had ergens gelezen dat jij dit jaar wedstrijden hebt afgewerkt voor het eerst bijna in jouw carrière of sinds heel lange tijd zonder pijntjes. Ja. Dan denk ik, oeh, dat is. Ja. Dus het is, uh, ja, het, is, het is leuk om te gooien momenteel. Maar uh, <laughs> uh, het probleem is gewoon dat, 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 het, uh, dat ik gewoon te veel power heb in mij. En dat ik de timing, dan wordt de timing eigenlijk ook weer moeilijker. Ja. hoe sneller je aanloopt, um, hoe beter dat je timing moet zitten. En da, daar loopt het wel stroef. Heb, maar, je, uh, heb je wel het gevoel dan dat je die power uiteindelijk wel gaat kunnen omzetten in een verre afstand, al dan niet in Rome of Ja, ik, ik had gehoopt dat ik het gewoon beter onder controle had mm -hmm. momenteel. Dus uh, ik voel gewoon van, er, er zit gewoon meer verdere worpen in dan vorig jaar. Dus uh, ik heb wel het gevoel dat het echt allemaal goed zit. Uh, maar het is gewoon ja de klik. Uh, yeah, als je met alle topswerpers gaat, gaat praten, dan zijn ze allemaal, het is een bepaalde flow dat je moet inzetten. En je hebt hem of je hebt hem niet. En momenteel zit ik fysiek super, maar de flow is er gelijk niet. Dus nu zit ik zo wat te veel te pushen om, om te ver te gooien, terwijl je eigenlijk je alles een beetje relaxed over je laten komen. En mm. uh, dat, dat is momenteel uh, mijn probleem. Uh, dus ik hoop nu gewoon... Ja, ik had, ik had eigenlijk gehoopt in Ostrava. Dus ik had vorige week nog een stage afgewerkt in Portugal. Puur op techniek getraind. Had ik gehoopt van, alles staat op punt. De laatste dag was super. Dus ik dacht van, oké, okay, nu, nu zijn we er. En dan in Ostrava, ja, die wind is daar. Uh, maar dan nog ook kon ik niet schakelen om iets lager te gooien. Dus dat was wel best frustrerend. omdat uh, ik keek er echt wel naar uit van, oké, okay, Ostrava wordt de eerste wedstrijd dat we gaan beginnen knallen. Dus, uh, maar dat da was het, ja, niet gelukt. Dus uh, ik hoop nu gewoon dat uh, op DK, uh, dat ik dan echt de klik ga maken. Dus, uh... Ja, dat niveau ligt ook heel dicht bij elkaar. Je hebt al die Duitsers, Tsjechen, die Scandinaviërs. Ja, het zit het... ook heel dicht bij elkaar om die. Je hebt er, heb er twee die gewoon buiten, uh, buiten proportie zijn. Dat is dan uh, Julian Weber en uh, Jakob ja Dat is gewoon een ander niveau. En dan heb je zo, ja, denk ik, een atleet of 15 die tussen de 78 en de 384 zit, daartussen. En iedereen is elkaar waard. Iedereen kan... De ene wedstrijd is de ene beter dan de andere. En dat, dat, dat wisselt wat. Dus... Uh, ik denk gewoon dat iedereen ja, voor een top 5 plaats bijvoorbeeld, dat alles gewoon open ligt. Ja. Uh, zelf eventueel tot zelf een derde plaats liggen nog altijd open, denk ik in mijn ogen. Want wanneer kan je tevreden zijn over jouw EK? Persoonlijk, ja, sowieso uh, wil, wil ik minimum meer die, die, die 80 gooien. Uh, dus dat is eigenlijk de basisvereiste. Um, maar dan hoop ik natuurlijk op iets verder en dan zou, zou ik echt wel een top vijf plaats uh, graag willen uh, behalen. Dus dat, dat is sowieso. Uh, <tossimus> en vooral hetgene wat ik nu wil. Het uh, is ook niet simpel dat ik. waarom? Omdat twee dagen achter elkaar gooien is. Dat gebeurt normaal gezien nooit. het Spieler is er altijd een dag tussen. omdat je toch een dag recuperatie hebt. Dus nu is het twee dagen achter elkaar. Dus zo, vooral eigenlijk super zijn moest ik gewoon in de finale er gewoon terugstaan. fysiek in orde. Ja. En, en dat ik, in dezelfde prestatie en natuurlijk liefst beter doen dan mijn kwalificatie. Dus dat is sowieso al de, ook een vereiste zijn, dat ik echt blij zou zijn. En waar dat ik dan mee naar de Olympische speel, dan weet van ja... Doe je, je goede zaak mee. Ja, en... moet niet bang zijn ook van ja, binnen twee dagen ga ik fysiek in orde zijn. En, en uh, I, sowieso een ik top. Is in Parijs wel een dag tussen? Ja. Oké. Okay. Ik weet niet waarom dat ze het doen, maar dat gebeurt nooit. Twee dagen en acht. En kan het aan jouw voordeel spelen of kan het misschien net... Oh ja, ik heb al met andere werpers gepraat en ze praten allemaal over uh, dat, dat de loterij is. Dus uh, wie, wie gaat er hem um, het best voelen de dag na de kwalificatie? Um, ja, en, en denk ook, ja, het gaat ook een, raar, uh, een rare uh, kwalificatie zijn, denk ik. Omdat ja, like België nu een extra uh, parameter gedaan met die top 18. Andere landen, er uh, zijn uh, nog uh, landen uh, bij uh die bepaalde. Extra limieten vragen van afstand of zo. Dus ik denk dat er ja, in de top 30 misschien een man of vijf à 10 niet mag gooien van zijn land. Dus dat gaat er een serieuze kloof zijn tussen. Ay, heb dan land bij die weer gaan aanvullen. Dus dat gaat dan zo. Kunnen uit, er grote verschillen gaan optreden. Ja, gaan Is dat weer... dan de specialiteit of de, de moeilijkheid misschien van, van een EK tijdens een Olympische Spelen Milan? Is dat dan toch een ander soort EK? Ik herinner, herinner mij nog Amsterdam, daar waren de toppers in de eerste reeks ook vrij bij de loopnummers, denk ik, dacht ik. Ja. Krijgen we zoiets opnieuw in, in ja, Rome? Ja, ja, dus de top 12 op alle spurtnummers uh, mag de eerste ronde overslaan. Mm -hmm. um, maar in kampnummers of afstandnummers is daar geen sprake van. Dus voor, voor speelwerpen zal dat geen impact hebben. <laughs> is dat een vloeketje, moet maar... je als je denkt van. Het <laughs> wow. is ook een beetje onfair, denk ik, als je direct naar de finale mogen gaan en als je niet die kwalificatie moet doen. Mm -hmm. Want er zijn altijd verrassingen in die kwalificatie, uh, uh, mensen die, er, uh, ja, die eruit vallen of zo. En, en dat soort dan weer. Ja, uh, iedereen gaat vermoeid zitten, sowieso van die kwalificatie. En uh, dat gaat sowieso een heel andere uitslag zijn. Ik denk niet dat er, als je twee dagen op rij, denk ik niet dat er zeer goed gepresteerd worden. buiten misschien de, de twee toppers. Ja. Maar uh, ja, ik denk dan dat de er atleten. Uh, ik denk dat de finale zeer raar, uh, raar gaat zijn. Mm -hmm, mm -hmm. Maar wat mij wel ook aan Amsterdam doet, denken zes, nee, acht jaar al geleden allemaal, tijd gaat snel, is. Um... Ja, dat je zit kort voor die spelen, dus iedereen enerzijds wil wel natuurlijk een EK en dat je winnen, maar anderzijds hmm. ligt je piek pas iets later, dus dat is altijd wel zo'n interessant gegeven van wie is er net al genoeg in vorm om, om top te zijn creëert het, het dan net extra mogelijkheden bijvoorbeeld voor die aflossingsploeg waarbij misschien een paar denk maar Britse of Duitse dames of zelfs Franse of Nederlandse dames misschien die misschien net één pionnetje gaan missen of die net iets minder zal zijn want die piek ligt later dat daar voor jullie dan misschien wel een kans ligt. Ja, de, dat kan inderdaad want ik had ook gehoord dat zo de trials in Groot-Brittannië vlak na het EK vallen of zo, dat daar inderdaad misschien ja, toppers naartoe, eerder daar naartoe werken dan naar, naar de, het Europees kampioenschap. Um, dus ja, dat kan altijd. We staan ook negende. Dus um, ja, er kan altijd van alles gebeuren. Dus we hopen toch wel zeker die plekken van in München toch te kunnen evenaren. Ja, daar u, waren jullie toen zesde. Ja, klopt. Maar als team zijn jullie denk ik wel gegroeid. Ja. De tijden die jullie nu lopen zijn standaard sneller dan tijd die jullie toen liepen. Ja, zeker. U werden daar toen zes met 43,98, dacht ik. Ja, maar toen in, de in de reeks was het wel. In de reeks, ja. wel 43,5 gelopen, toch? <laughs> maar nu is dat eigenlijk een standaardtijd bij ja, dat jullie lopen. Klopt. Ja, nu op de IFAM hebben we um, ook zonder Delphine 43,5 gelopen, dus. Ja, ik was misschien enerzijds verbaasd dat jullie opnieuw liepen op de IFAM met de ploeg. Ja, um, Nee, dat stond sowieso op de planning. Delphine had gewoon laten weten dat zij uh, niet aanwezig kon zijn, maar ik denk. Dat elke kans dat we nu konden lopen, dat we die moeten grijpen, gewoon om ook um, ja, die wissels nog te blijven oefenen, ervaring op te doen op wedstrijd. Zeker ook zoals je zegt dat de ploeg wat ja, gedraaid is, is dat wel goed dat iedereen wat meer ja, gewend raakt aan zijn nieuwe positie enzovoort. Dus, ja. Extra routine opweken. Ja, Dus ik denk dat dat eigenlijk heel goed was dat we daar gelopen hebben. Ja, want we hadden een tijdje geleden was uh, Hanna Maria aanwezig in de podcast. Zij vertelde toen van ja, wij wij trainen zoveel samen met die ploeg, dat is geen tien keer, maar honderd keer. Die wissel doen, wat ik denk, hij is ook. zoekt. Met tien keer gooien ga je niet komen, duizenden keren dat gaan ja, doen. Ja, ja. Is dat dan iets waar, waar jullie dan nu op werken, om die wissels en die trainingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, zoveel mogelijk samen te trainen? Ja, we doen inderdaad ons best om uh, zoveel mogelijk samen te komen. Um, natuurlijk, zij hadden het iets makkelijker misschien als zij allemaal wat uh, dichter bij elkaar of, of samen trainden vaker en zo, terwijl wij een beetje meer verspreid zijn over het land. Goed, oh, ja, in, in een landje als België is dat het... ja, we spreken nu over Vlaanderen, Zwaar, België, we niet, niet over die, die Duitsland in, uh, of zo. Die in Frankrijk wonen. Oké, okay, dat is niet zo ver, Maar het is mm. iets moeilijker, denk ik, om iedereen constant samen te krijgen. Um, maar we proberen dat wel zoveel mogelijk te doen. En dan ook elke training zoveel mogelijk uh, toch ja, op die wissels te werken. Um, want dat werkt ook wel echt als je dat beter en beter kunt doen. Je kunt zoveel tijd winnen als die wissel vlot loopt. Ja, want we hebben het zelf eens, zelf eens uitgerekend. Ja. Ik heb daarvoor mijn rekenmachine boven gehaald. <laughs> en... Moet ik even kijken waar het hier staat. Als we de persoonlijke bestes optellen van de atleten die deel uitmaakten van de 4x100-ploeg die hout hebben begaald in Peking. Ik kan denken welke stad het nu in was, uh, in Peking. Dan komen we aan een totaaltijd van... Dan moet ik eens kijken waar ik dat hier gezet heb. We aan een tijd van 45.24. Als we jullie persoonlijke bestes optellen van de ploeg, jullie a -ploeg op dit moment, die ook in Rome heeft gelopen, komen we aan 45.27. Dus dat is amper 300 van een seconde minder. En als we zelfs het recente per jaar van Lotte van Lent erbij ja. tellen, zijn jullie zelfs sneller met 45,23. Dus ja. ligt daar bijzonder bij elkaar. En dan toch zit daar nog een iets wat... Ja, ja, geen seconde een meer. Seconde, een halve seconde, zestiende. Ja, inderdaad. Ja, dat ligt er ook puur aan die, aan die wissels. Um, want de snelheid hebben we zeker als team. En daar geloven we ook mm. echt in. Dus daarmee dat we echt wel proberen heel veel in te zetten op het, uh, ja, het vlot wisselen. Um, want... Ja, ik ben ervan overtuigd dat wij dan ook vlot onder die 43 kunnen duiken. En, uh... Want jouw trainer Rudi Diels, ook trainer in de tijd van, van Kim en Elodie en van die 4 100 ploeg zegt hij dan bepaalde dingen nog? van, Oké, okay, daar zit nog een pijnpuntje. Of bij die wissel, moeten jullie daar specifiek op letten om die wissel sneller te krijgen? Ja, elke, als wij aflossingstrainingen doen, dan um, doen we veel uh, wissels. We filmen die ook telkens. We gaan elke keer kijken. Oké, okay, is de persoon op het juiste moment vertrokken? Hoe vertrekt die Um, hoe gaat de wissel, eh, hoe gaat de stok niet te veel in een boogje richtdoor? Um, mm. Dat soort zaken, daar wordt echt wel heel gedetailleerd op gewerkt om dat allemaal echt op punt te stellen. En dan ook de afstand natuurlijk, um, waar dat je, je merkteken gelegd wordt op de grond, um, dat dat per persoon afgestemd is wie wanneer vertrekt, zodat je exact op je topsnelheid ongeveer uitkomt bij elkaar. Dat zijn wel allemaal de zaken waar dat we wel heel hard mee bezig zijn, inderdaad. Want wat jij, Milan, hoeveel. Marge kunnen zij nog richting Alwes, deze zomer. Ja, ik had die statistiek die je net noemde, ik had je ook wel eens voor mezelf uitgerekend. En ja, ik denk dat je daar niet per se uit moet concluderen dat zij het slecht doen, maar vooral dat, die, dat de Olympische kampioenenploeg. Gewoon Zo, bedoelde niet, Zo bedoelde ik niet, Elise. ik ongelooflijk goed was in die wissels. Ik denk dat je dat mm -hmm. daar vooral uit moet, uit moet concluderen. Dus die waren ook jaren al bezig. Voilà. En um, ik denk dat zij ook, ja, Hannah Marheen, die, die trainen toen in, in Gent en in Antwerpen, maar voor de rest zat iedereen in Leuven, denk ik, als ik mij niet vergis. Dus dat was inderdaad, zoals Elise zegt, wel gemakkelijker om om alles samen te krijgen, terwijl nu ja Rani zit in Limburg, dat is niet zo ver, maar Delphine nee. zit in Parijs, dat is toch al wel ja. wat minder evident om afstandsmee te maken. Dus, ja. Ja, ja. Mm -hmm. dus uh, ja, er is zeker nog marge, dat lijkt mij duidelijk. Maar um, ik hoop dat het de komende jaren blijft lukken om alleen maar meer en meer uh, samen te trainen, want dat zal de sleutel zijn om uh, mm -hmm. om die halve seconde. Als je ook kijkt naar de ploeg die dan in goud heeft gepakt in Peking. Zij hebben dat ook gedaan Ik denk na zes jaar samen trainen ja. ongeveer. Um, en als je kijkt naar de tijden die zij liepen, als zij twee à drie jaar bezig waren zoals wij nu, dan lopen we wel ja, zeker voor, allez, gelijk of een beetje voor op schema. Dus, ja. Um, denk ja, die tijds toekomst... in Peking hebben ze uiteindelijk ook maar één keertje echt gelopen. Ja, als ja, het uitziet, uit. he, ja. Vorig Morgen ja. in het jaar voordien, als de 42-75 denk ik, voor de bronzen medaille op de wereldkampioenschappen. Dus ja. dat zijn de tijden waar jullie dan naar aan het toe werken zijn. Ja, zeker wel. Ja, je als je dat hoort van zo het hele team gegeven. Je bent, zeker er kop en schouder bovenuit eigenlijk, in, in België. Je hebt wel jouw eigen team, maar hoe ervaar je dat dan als je dat hoort van ja, die gaan dan op trainingsstage met het team? Ja, het is helemaal anders hè, dan, dan bij ons. En, uh, wij staan puur individueel en als het niet lukt, is het je eigen fout. En, uh, binnen een ploeg is gewoon uh, het gezamenlijke, dat, dat neemt misschien wat druk weg, maar aan de andere kant is dat ook wel, denk aflossing. Is ook wel uh, extreem stresserend, denk ik. Want niemand wil het ook slecht doen ja. uh, voor de ploeg. Dus denk dat dat, dat vlak, uh, ja, ja. Wij, wij zijn, ja, werpers zijn gewoon individueel. Zitten een beetje in ons eigen wereldje. En uh, de kennis is ook compact. En, uh, en nu werk ik eigenlijk ja, een jaar of drie ongeveer met dezelfde trainers allemaal samen. En, en... Ja, want jouw trainersgroep is wel een beetje. Of jouw. Jou... Coachgroep is een beetje uitgebreid. Hè? Je werd al jaren met Luc van Maldeghem samen. Ja. En dan is daar Johan Kloek bijgekomen, ja. de voormalige Belgische recordhouder die jij dan record hebt eh, afgesnoept. Ja. En daar is sinds kort nog iemand bijgekomen, klopt dat? Ja, niet? Wim Dierks. Uh, dat is eigenlijk uh, de gymnastiek-trainer uh, geweest van uh, Kevin Rans. En uh, ik denk ook Dennis Goossens, die daar ook nog mee samen getraind heeft. Met mijn uh, ja, dacht Ik ben ook. Uh, Alle top postdoc-springers in België ja. eigenlijk. Maar ja, een jaar of twee geleden heb ik die operatie gehad aan mijn rug. En uh, ja, dat is eigenlijk gewoon, ja, um, als peripher bouw je eigenlijk je lichaam continu op. Maar er is altijd wel ergens dat er een zwak punt is. En uh, bij mij is dat eigenlijk met mijn core en mijn rug, uh, die eigenlijk te zwak was. En uh, daardoor heb ik dan die stressfactuur aan mijn rug gehad. Uh, dus was nu dan de doelstelling om deze winter dan te zorgen eigenlijk voor uh, mijn core en mijn rug, uh, wat sterker te maken, zodat dat wat compacter is. Natuurlijk voelt dat ook wat anders aan. En ja, de moeilijkheid met speerruimte is, is dat je je bovenlichaam en je, je benen zo'n beetje moet kunnen roteren van elkaar. Natuurlijk, als dat zo wat, wat, wat sterker en wat stijver is, dat, dan trekt dat misschien wat meer tegen. Is dat is momenteel uh, het probleem waar ik wel mee zit. Um, maar eigenlijk denk ik gewoon elk jaar. Uh, in september denk ik gewoon na van uh, waar kom ik tekort? Uh, waar is er nog ergens iets te raam voor mij mm -hmm. uh, om, om toch betere prestaties te kunnen leveren? En ik probeer gewoon elk jaar daarover na te denken en dan te bespreken met de trainers en dan wat zij ervan denken. En dan, ja, nu is daar Wim dan bijgekomen en, uh, en nu, nu proberen we eigenlijk uh, die piste op. van, uh, ja, Het is eigenlijk altijd gewoon een beetje zoeken naar uh, de puzzel uh, totdat die volledig in elkaar valt. Ja, vorig jaar was het eigenlijk al goed, maar dan ja. was meer dat ik de dagen na uh, mijn wedstrijd uh, lang moest recupereren van een, van een wedstrijd. Dus, uh, dus daarom hebben we daar nu uh, op in gespeeld, omdat dat wel belangrijk was als je dan een kampioenschap meedoet, dat je in die finale ook goed zit. Ja, het gaat niet louter over kwalificeren, ja. maar ook presteren in die finale. In ja. 2019 was jouw eerste worp voor beide uh, 80 meter, en dan vorig jaar had je die, ja, die fantastische worp van die 87 meter waarbij je dan ook dat Belgisch record uh, pakte. Zijn daar bepaalde elementen die je dan anders hebt aangepakt of dat er in die momenten schakels zijn gebeurd? Want op een bepaald moment is Johan erbij gekomen. Dat was een paar jaar voor het Belgisch record, dacht ik. Ja, dus uh, ja, moet ik het eigenlijk zeggen, ja, ik denk, denk dat ik uh, op de techniek dat ik, dat ik bezig was, uh, vijf jaar terug, uh, zat ik volledig aan mijn limiet. En uh, had ik, ik um, denk dat toen die 80 meter was op een Vlaams kampioenschap. Was er ook ja, een goede wind, ja. uh, denk ik drie of vier meter meewind. Dus dat was een ideale wind. Uh, eigenlijk gewoon een ideale wedstrijd. Daar hoorde ik dan 80 meter. En dan had ik ja, voor mezelf dan uitgemaakt van ja, dat is nu hetgene waar ik heel mijn carrière achter gezocht heb naar een worp van 80 meter. Dus dat was van, ja, stop ik ermee of niet? Dus dat was voor mij van. ja, ik heb mijn doel bereikt. Ja, die grote maar, ontlading En dan. Ja, maar dat weten van ja, um, voor echt kampioenschap mee te doen dan moet je toch nog een ander kaliber zijn van werper en ik voelde gewoon dat ik aan mijn maximum zat eigenlijk was ik toen denk ik 77, 78 meter waard met die wind had ik dan die 80 en uh, dacht ik gewoon van ja, ja mo 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 er moet iets veranderen en uh, dan uh, met Luc ook gesproken dan met Johan gesproken en dan eigenlijk Johan uh, carte blanche gegeven eigenlijk om uh, uh, met fysiek en technisch uh, een andere manier uh, te laten gooien. Um, Johan heeft uh, drie winters getraind met Jan Selesny, dat is eigenlijk de wereldrecordhouder. Ja. En um, Johan, zijn visie is volledig de manier hoe dat Jan gooide. Um, natuurlijk zijn er veel discussies onder trainers die zeggen van ja iedereen heeft zijn eigen techniek. Uh, maar ik denk dat ik toen gewoon aan de limiet zat van mijn techniek toen. En dan maakte gewoon een keuze van ja, nemen we het risico van een heel andere piste in te gaan. En, en ja, dat gaan mijn goede dingen en mijn slechte dingen. Dus het is geen garantie op succes ook. Uh, dus uh, dan hebben we hard getraind, dan heb ik natuurlijk wel een beetje pech gehad met mijn rug. Uh, maar ik voelde toen al dat mijn niveau beter aan het worden was. Dus dat ik eigenlijk wel naar, naar die 80 op aan het gaan was. En dan pas na die operatie, uh, dus vorig jaar, dan, um, heb ik dan denk ik vier of vijf wedstrijden gehad van tachtig meter. Dus dan toonde ik ook wel dat mijn niveau wel omhoog gegaan was. Ik was ook wel niet echt, die uitschieter was wel goed, maar de andere worpen was op zich nog onder maat voor mij. Zeker naar het najaar toe. Ik was op zoek naar dat constant niveau van constant die 80, 82, 83? Ja, ja dus dat was sowieso dit jaar ook mijn ambitie om eigenlijk hmm. gewoon continu 2,83 te gooien. Hoef daarvoor die uitschieters niet te hebben. Hè. Dat zou leuk zijn als je die krijgt op de kampioenschap, bijvoorbeeld. Maar dat je ja, gewoon dat daar... gemakkelijk door de kwalificaties kunt geraken. En uh, dat, dat, dat was eigenlijk nu de insteek voor dit jaar. Uh, dus, maar ik hoop nu dat alles uh, vanaf TK dan uh, op die manier gaat verder gaan. Dat betekent dat je dus wel in de turnzaal nu terug de turnmatten aan de ring hangt. Of, of ja, we... en natuurlijk ook, ja, je wordt ouder, je, 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 je lichaam wordt stijver. En, uh, ja, we moeten moet ook een beetje zorgen dat je niet in die neerwaartse spiraal terechtkomt van je lichaam die eigenlijk... Ja, je lichaam wordt altijd maar minder en minder waard. Dus we moeten eigenlijk ook zorgen van... Ja, nee, maar we gaan, waar, waar komt mijn lichaam tekort? Of, of waar is het ja. een sleur? En daar gaan we dan op gaan werken. En we proberen dan toch mijn fysiek beter te krijgen. En dan toch blijven die prikkel te blijven geven. Ja. Want op zich hebben jullie beiden als atleet, zijn, die moeten eigenlijk een beetje... Ja, ik ga niet zeggen een gelijkaardig parcours, maar op jeugdkampioenschappen, die moeten, je was er al bij op een E of Elise, jij hebt een EK U20 gelopen, dacht ik, met de 4x100. Jullie hebben alle twee ook blessures gehad. En nu zitten jullie eigenlijk... Ja, Elise, je bent eind de 20, die moeten je begin de 30. Ideale leeftijd om sterk te presteren. En nu zijn jullie inderdaad wel die persoonlijke records aan het, aan het presteren. Is dat dan die constante in het blijven werken? Of dan toch zoeken naar die verbetering dat misschien niet iedereen durft om... Die beslissingen te maken van opofferingen te maken. Ik denk gewoon dat in België het niveau in atletiek gewoon in de breedte extreem gegroeid is. Ik denk dat er een grotere professionaliteit onder dat leed is. En denk ja, je wordt ouder, matuurder. En mm -hmm. als je iedereen rondom je uh, ziet hoe dat zij bezig zijn en je ziet hoe professioneel dat ze bezig zijn. En als je zegt van ja, ik wil diezelfde prestaties leveren in mijn discipline, dan weten van ja, dan moet ik wel in diezelfde lijn. Ja. En verder weer. En ik denk, ja, denk dat ik zeg, momenteel is de atletiek in België, denk ik, op hoogste niveau uh, ooit. Uh, naar mijn mening natuurlijk. Ja, als je ziet mee. hoeveel atleten meegaan. In uh, ja, dat... München waren er 45 ongeveer. Er zei het daar net nog. Nieuw. Er gaan 45 mee, maar eigenlijk mochten er misschien nog 20 extra meegaan. Moest dus die regel er niet geweest zijn van die top 18. Dus dan waren we met 65. Dus dat is een heel ander niveau. Ja, 45 vraag. was in München, in de ja, 60. In, 60. Ah ja, het de 60. Dus dan hangt er eigenlijk 28 man. Met, misschien met 80 geweest en dan... Of, ik weet niet, je kunt met een berekening maken. Maar uh, er zijn er ook veel die thuis, die thuis moeten blijven door die Want kijk jij naar die regel, Milan? Hoe, wat is jouw visie daar een beetje op? op zo, er net ja, niet... dat is een eeuwige discussie hè? in elk land. Dat is niet, dat is niet typisch België, van mm -hmm. neem je iedereen mee of, of leg je nog eigen eisen op? En België kiest er nu de laatste jaren voor om, om nog eigen eisen op te leggen. Ja, want sommige of... landen als Duitsland en Groot-Brittannië zijn ook best streng. Ja, er zijn landen nog strenger dan België, dat is, dat is absoluut zo. Um, in België is er voor top 18 gekozen, omdat ze willen dat iedereen die erbij is toch minstens een kans maakt om eventueel ja, minstens halve finale minstens te gaan, finale, finale, zelfs ja. richting finale te gaan. Um, ja, een... Maar die breedte in, in de sport, die zien we wel allemaal gebeuren, denk ik. Ja, het feit dat je die top 18-regel hebt en dat we nog altijd met 60 gaan, dat zegt denk ik wel genoeg over het niveau in de, in de breedte in België. Hè. Dan merk je dat dan ook, Elise? Want ja, die top... Top 10 aller tijden op de 100 meter is best goed door elkaar geschud. Ja. Jullie staan er bijna allemaal in met jullie ploeg nu tegenwoordig. Dus het is helemaal door elkaar geschud. Merk ja. je dan ook van Ja, de concurrentie voor een Belgische finale wordt hier wel stevig? Je haalt het podium niet meer met, met 11,90, 11,80. Nee, nee, klopt. Dat is, um, ja, ik draai ondertussen al wel een paar jaar mee inderdaad. En, en als je vroeger onder de 12 liep, dat je bijna in de finale stond. En ik denk dat je nu onder de 11,70 moet lopen of zo om een finale te halen. Dus dat is wel. Het niveau is wel echt een pak omhoog gegaan op die 100 meter, 200 meter ook. Want jij hebt jou persoonlijke beste vorig jaar gelopen op die 100, 1144, ja. achtste aller tijden, ook op de 200 meter, 2350 vorig jaar gelopen. Ja. Hoe komt het dat jij dan nu eigenlijk naar die top tijden aan het gaan bent? Want je hebt ook een heel zware blessure aan je knie ja. gehad, dacht ik, hè? Ja, ik ben in 2015, heb ik mijn kruisband gescheurd. Um, ik was toen ook aan het studeren en dat was voor mij een beetje een goede zo, om toch ook een beetje van het studentenleven te genieten. <laughs> dus dat heeft ze ook wel even teruggeduurd, tegen dat ik uh, ja, terug mijn niveau heb behaald van voor die operatie. Ik denk dat twee jaar later of zo, dat ik daar dan wel was. Maar ik heb dan nadien wel echt die, ja, die klik gemaakt van oké, okay, ik heb dit nu meegemaakt, maar ik wil wel er nog volledig voor gaan. Um, en dan, ja, met studeren is ook niet altijd een goede combinatie, maar je vindt dan mm -hmm. toch wel dat evenwicht. Ja, je moet er wel ja, naar zoeken. Ja, naar... Ja, inderdaad, en dan heb ik dat ook wel gevonden dan heb ik ook wel mijn 731 in de winter uh, kunnen neerzetten mm -hmm. um, maar toen ben ik afgestudeerd was het heel corona en al die uh, dagen doe. en dan ben ik beginnen werken en dan ja, vind je terug een nieuw evenwicht en ik heb nu wel het gevoel dat ik het gevonden heb en dat ik door ja, die stabiliteit ook wel in mijn leven dat je, dat, dat ja, toch wel belangrijk is om goede prestaties neer te zetten ja. en ja, zoals Timothy ook zei, als je ouder wordt je kent je lichaam beter je weet wat heb ik misschien wel nodig, wat heb ik niet nodig Um, waardoor dat je misschien ook slimmer kan trainen of zo, dan als je jong bent. En heb jij ook zo gesprekken met jou? Jij traint bij Rudy Deals. Ja. maar ook Koen Bellemans is daar ja. ook een belangrijk deel van de trainersgroep, ja, dacht klopt. ik. Ja. Hoe zit die verhouding tussen die twee coaches? Um, ja, dus het was Rudy zijn groep en Koen is nu zo een beetje net aan het overnemen, zal ik zeggen. Um, en um, ja, voor mij is Rudy mijn, mijn coach eigenlijk en ik heb heel veel contact met hem ook en hij stelt ook de trainingen op. Um, maar ook Koen ik zie ze ja, ongeveer even waardig eigenlijk, want ik communiceer ook ja, natuurlijk heel veel met Koen, hij maakt ook alle krachtschema's ja. um, ik train ook veel samen met Koen dus um, ik vind het eigenlijk gewoon een goede samenwerking wisselwerking tussen ons uh, drie dan zal ik zeggen. Want jullie hebben daar een heel sterke groep ook verzameld hè? Ja. Helena Ponnette traint bij jullie, Loks. Paulien Kokuit. Ja. Is... en Lotte nu ook Lotte van Lent ja, dus, dus die groep uh, is wel echt aan het stijgen qua ja, niveau ook dan. Ja, inderdaad. En dat is wel leuk. Je merkt ook, het zijn nog veel jongeren ook die er nu wel bij komen. Die zijn allemaal heel gemotiveerd. Um, nee, het is dus een hele, hele fijne groep in Leuven. En we merken ook wel dat uh, het niveau van iedereen ook wel omhoog tilt. En ook Manuel Domares. Ja, ja, zij heeft heel goed gelopen. Hoor. Maar het Vlaams kampioen met 54-0-04, dacht ik. Zoiets, ja. Maar ja, geen EK-selectie voor haar, wat ik denk. Het is een paar jaar geleden. Mm -hmm. um, dus die breedte is wel echt duidelijk ja. aan het uh, ze gaan het doorzetten. Wat mooi nieuws is uiteraard je sprak van ja zo het werkleven dat combineren daarvan lijkt mij ook niet evident want jij werkt op de KU Leuven ja hoe zorg jij dan voor die balans tussen het werken en het studeren heeft je dat extra mogelijkheden om over de middag dan te gaan trainen bijvoorbeeld um, dat zou kunnen um, allee, ik geef dus les dus buiten mijn lesuren ben ik wel redelijk flexibel allee, dan ben ik blij ook dat mijn collega's en mijn basine dat allemaal toestaan um, uh -huh. natuurlijk als ik les geef ja, dan moet ik daar zijn <laughs> um, maar uiteindelijk is dat wel flexibel ook voor naar de kine te gaan, bijvoorbeeld. Dat is ook allemaal ja, op de campus van het sportkot. En ik werk bij de bio ja. Dat is daar heel dichtbij. Dus dat is ja, qua afstand met fiets allemaal wel doenbaar. Op die manier is het um, gemakkelijk combineerbaar. Ja, als je... ja, inderdaad. En we trainen dan ook in Leuven. Natuurlijk woon ik in Lier. Dat is het enige lastige. Dus ik pendel <laughs> wel van Lier naar Leuven elke dag. Um, dat zou nog beter kunnen, maar ja, dat is nu een keuze die ik gemaakt heb. Dus uh, dat is nu zo. Um, en ik werk natuurlijk ook maar deeltijds, omdat het anders wel echt niet haalbaar is. Ja, ja Timothy, je hebt zelfs twee kindjes. Ja, maar <coughs> ik, ik heb wel het geluk momenteel dat ik bij Sport Vlaanderen ben. Ja, uh, na die worp van 87 heb je. Ja, uh, maar daarvoor was het eigenlijk dezelfde situatie. Uh, dan had ik ook het geluk dat mijn werkgever mij onbetaald verlof wou geven. Zodat ik uh, mij ook optimaal kon voorbereiden. Uh, maar ja, dan nog, ja, met de kindjes erbij. Uh, ze zijn ook al wat ouder geworden, dus vijf en acht. Dus. Uh, we dan ook al van alles doen. De oudste doet ook al wat wedstrijdjes mee. Dus, ah, uh, echt? Ja? ja, dan is het altijd zo'n beetje zoeken en. Ja, Naar wiens wedstrijd gaan we kijken, die van papa of die van. Ja, maar Momenteel heb ik daar zo wat lastig mee. Als je zo'n een keer een mindere wedstrijd hebt, dan, dan denkt altijd zoiets wat zo verloren tijd. Snap je? Als je zo'n weekend weg geweest bent, dan denken ze zo van. zoals is wel spijtig. Daar denk ik ook altijd aan op wedstrijd. Als het zo niet lukt, dan zeg ik ook van ja, uh, zorg maar dat je hier presteert, want hij. Uh, Thuis zijn er wel mensen die, die zonder u zijn. En uh, erin, ay, erin thuis, ay, als ze dan slecht gaan, natuurlijk. zijn er thuis leukere dingen te doen dan hmm. uh, ergens in, in een vliegtuig uh, en een, een heel weekend weg zijn van thuis. En dan ja. uh, teleurgesteld thuiskomen. Dus, het hmm. uh, is altijd zo, want het doet me denken aan Cunaert op de EK in München. Die, die werd daar, denk ik, achter, als ik mij niet vergis. Maar die was gekomen om te winnen. En die, die zei dan ook zo van dat hij het vooral heel erg vond voor zijn familie. Dat hij zoveel maanden weg van huis was geweest om dan maar achter te worden. Ik vind dat ergens wel chic om te horen, maar ergens ook wel zo. Ja, ik ja, maar... ja, je leg jezelf dan toch wel redelijk veel druk op als je het zo bekijkt van wat doe ik mijn ja, druk aan. Druk, ja, het is ook een motivator, denk ik. Ja. Dat, dat je gewoon ja, als slecht gaat. Ik probeer altijd zo in de wedstrijd. Heb ik altijd zo meestal wel de, de kracht om zo de wedstrijd naar mijn hand te kunnen zetten. Maar ja, dat, dat praat ik gewoon in mijn in. op mezelf mij, in. En dan zeg ik, ook van, ja, mm -hmm. we hebben er allemaal voor gedaan. Dus ik heb heel de winteraars getraind. Thuis zijn er mensen. Die zonder u zitten. Dus, dat probeer... is erg als positieve motivator dan? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik, ik, ik ga het niet echt als, als druk. Maar ik probeer mezelf dan zo wel wat te pushen en zeggen van ja, je moet toch wel uh, iets, iets afleveren. Hè. Dus, uh... Ja, je wil hen ook trots maken of zo op een bepaalde ja, manier. Ja, ja, dus aj, ja, met mijn vrouw is ermee akkoord dat ik uh, al die tijd vesteer in sport. Maar, Gelukkig. Maar, maar natuurlijk, als de prestaties er niet zijn, dan. Ja, moet je ook opletten dat er geen discussies daarover komen. dus uh, de gesprekken die jullie gehad hebben toen de kinderen kwamen: van, gaan we nu voor kinderen? Of hoe? Nee, mijn vrouw zegt gewoon als je er volledig voor haat, is het geen probleem. Maar op het moment dat je zo uh, half en half ervoor haat, ja, dan, dan is het wel tijd om voor het gezin uh, en uh, de sport opzij te zetten. Dus zolang nu, dat ik nu er maximaal voor haat, dan, dan heeft ze er geen probleem mee. Maar ja. natuurlijk, ja, in een gezin. Kinderen hebben hun dingen. Uh, je vrouw heeft ook meestal haar ambities of hobby's die ze dan wat meer op kant moet zetten. Mijn vrouw is zo... Ja, ja ze, ze loopt graag, maar dat is altijd zo. Ja, Ik ben even weg naar buitenland, dan is dat ja, geen tijd, want dan moet je al een opvang gaan zoeken dus voor de kinderen, maar ze nee, ja, ja, ja. gaat gaan lopen. Zo dus we hebben dan nu in de plaats een loopband in de living gezet. Dat dus, <laughs> dus, uh, is wel minder leuk. <laughs> minder leuk, maar ze kan nu wel trainen. Ze uh, dus we wil nu zo'n half marathon meedoen. En uh, ze is nu daarvoor aan het rijden, dus ze heeft al wel iets voor haar mee bezig te houden. En als de kindjes in bed zitten, dan staat ze nu een uur, en een uur, uur nog ja. op mijn loopband. Dus, uh, <laughs> maar zo kan ze wel ook blijven sporten. Maar ja, natuurlijk, dat uh, ja, is dan niet 100% voor haar, hè, denk Ik denk dat alles wel in tegen ja. staat ja. van mij gewoon om zo ver mogelijk. en Olympische uh, droom. Hè. En zo, ja. Ik denk gewoon, die Olympische droom, dat is gewoon het belangrijkste. En ik denk dat ze ook gewoon wil dat ik dat uh, bereikt ja. heb. Dus, Wordt er dan verwacht dat na je autosportcarrière dat je dan extra hard ter beschikking stelt voor het gezin? Of zijn die gesprekken ja. nog niet... Uh, ja, nog ik niet probeer gebeurt. gewoon het maximale te doen, momenteel ook. Dus als mm. ik nu geen wedstrijden heb in de winter en ik ben niet op stage, dan probeer ik ook maximaal uh, de kinderen naar school te brengen, te gaan halen, uh, de, uh, naar de training of zo. Dus ik probeer zoveel mogelijk te doen. Of, of ja, de, de basisbehoeftes, hè, dat je thuis iets doet of dat je eten klaar maken. Dus probeer ook wel zoveel mogelijk te doen. Maar ja, natuurlijk, als je weg zit, dan is dat... Niet evident om de boodschappen te doen dan. Nee, nou, Dat nee. dus kom... je ja, de ook en de kook klaarmaken. Ja, het, het contrast is dan ook groot, hè. Want ja. als je er dan zit, dan is min of meer doenbaar alles. Maar als je er dan niet zit, dan is het in één keer een, een pak werk dat er dan op, ja, ja, ja. bij je bijkomt. Um, maar aan de andere kant ook, ja, denk Elisa het ook wel weet, als je een dag traint, in het weekend, ja... Wat, wat doe je het liefst is gewoon rusten denk ja. ik. Hè? Zeker <laughs> okay. als je zo wat ouder wordt en dan is het ook wel, ai, dat vind ik dan spijtig van mezelf. Ja, wat, wat is een van de belangrijkste dingen dat je moet doen is slapen. Ja. Maar als je heel de week hard traint, dan kun je ook echt wel goed slapen. Ai, ik toch? Maar je hebt dan... die slaap ook nodig dan en dan kan je inderdaad mm -hmm. ook niet ja, en dan... tijd doorbrengen of andere dingen naar een feest gaan of zo. Het ja. De of... gesprekken die jij hebt moeten voeren met je partner van. Oké. Okay. Ja. Toch wel. Vooral ook omdat we elkaar dus hebben leren kennen in die uh, tussenperiode toen ik mijn knie had. Uh, uh, ja, uh, als ik geopereerd was aan mijn knie. Dus toen, dus toen, was, mijn, ja, toen was mijn leven iets uh, anders dan het uh, ondertussen is. Dus dat was voor hem ook wel een aanpassing. Maar hij wist, ik, ik trainde toen nog wel. Mm -hmm. Ja, en dan is dat zo elk jaar wel zo een beetje serieuzer geworden. En is daar altijd wel gewoon in meegegaan. Maar we hebben daar inderdaad ook wel over gesproken. Van oké, okay, ja ik steun u zolang je het graag doet. En je het inderdaad volledig doet. Niet mm -hmm. zo half. Um, dus op zich hebben we daar allee, een goede regeling. Is misschien niet echt de juiste manier om het te <laughs> zeggen, maar gewoon een, uh, ja, we verstaan elkaar daar wel in. Maar inderdaad, dat is niet mm -hmm. gemakkelijk. Ik ga inbeelden met kindjes. Dat het, uh... de, de enige keer dat we echt discussie hadden, was denk ik twee of drie jaar geleden met mijn rugoperatie. Dus dan was het wel, um, als ze dan zeggen van ja, je moet geopereerd worden aan je rug, dan was het al voor mijn vrouw even zo van: is misschien niet toch de, de moment om, uh, om te ja. stoppen daarmee? Mm -hmm. En um, dan zei ze ook van ja, ik heb geen zin om dan hier binnen een paar jaar, uh, ai, je moet een rond uh, duwen met een rolstoel of zo omdat je mijn speer staan sta gooien. Dus, dus dat was wel voor haar even zo. En dan zei ik van ja, nu, nu, het is allemaal niet erg. <laughs> dus uh, dat komt wel in goed. orde. Dus nu is dat volledig weg na die operatie. Dat is allemaal vlot verlopen. Dus. Het is gelukkig ook wel helemaal goed gekomen. Ja, ja, maar ja, dat, dat was toch wel de eerste keer dat ze echt zei van misschien ben je nu al te ver aan het gaan als, als, als je zo'n stressfactuur naar je rug bent te krijgen, dan ja. is het misschien wel het moment om een keer te geven dat je uit aan het worden bent. Dat er zo. iemand is die af en toe die spiegel misschien een beetje vooruit om ook gewoon zelf te reflecteren over, over die carrière. Ja, ja. Ik, ja, ik denk gewoon dat het moeilijk is als je eenmaal op dat niveau zit om dat ook op te geven, denk ik. Mm -hmm gewoon zo moeilijk om naar dat niveau en naar die sterkte, naar die snelheid. En zolang dat fysiek alles gaat en de prestaties komen, is dat gewoon moeilijk om te zeggen ja. van nou, de moment dat je echt zegt van fysiek lukt het mij niet meer en uh, of je krijgt zware blessures nog en je denkt van ja, het kost mij veel te lang om terug de, uh, worden te raken en dan ga ik het wel uh, toch een keer moeten de knoop doorhakken. Maar momenteel, ja. als je fysiek super zit, ben ik het ook zo spijtig om te zeggen van ja. Dat zo lang mogelijk vaststellen. Ja, kan, kan, kan er nog iets gebeuren? Hoe lang kan ik het vasthouden? Want als je kijkt bij het speer, like, uh, Vijzeli bijvoorbeeld, de Tsjech, die was in München, uh, tweede of derde, denk ik, met, met 86 dacht ik. Uh, ja, die, die was 39 bijvoorbeeld. Dus uh, Celestini heeft ook nog, ik denk 85, hoe goed, op zijn 40ste. Dan heb je nog een paar jaar tijd. Ja, voilà. of ik het zo lang ga <laughs> doortrekken. Dat, is, dat is ik ging net verhaal. zeggen, je vrouw moet nog niet beginnen lopen nee, je nee, jij... naar huis komt. Ja, zo, zo lang ga <laughs> ik het niet uh, doortrekken. Straks gaan we nog even verder praten ook over het IK. Misschien vooruitblikken naar atleten waar we naar uitkijken. Ook even die Olympische Spelen aanhalen. En um, ik wil het ook heel graag nog even over de atletencommissie hebben met Elise. En ook over de grootvader van, van Timothy. Daar kunnen we straks ook nog even over hebben. Maar eerst is het tijd voor mijn quiz. Elke keer probeer ik een, een ja. quizje erin te steken. Gaarde ja, stress voor. Even ja. ja, zwijgen. <laughs> ja. Ik heb de vragen nog al geminderd. Ik heb de vragen nog al geminderd. Ik heb drie vragen overwerpen voor Elise en drie vragen over sprinters voor Timothy. Als jullie de vraag schuldig moeten blijven, dan gaat de beurt naar Milan. Dus Milan jij hebt zes keer kans om een juist antwoord te geven en ook ditmaal om extra te motiveren, omdat er dus klachten kwamen over het niveau van de quiz. Heb ik een extra prijs of een prijs? Ik heb namelijk een bellenblazer voorzien. Okay. Dat heb ik voorzien. Ik kan ja, het, ik het niet. Ik kan er inzetten. Ik ja. kindjes, dus... Uh, <laughs> ja. Hoe de mentale oorlog begint dan. Al. Ja. Als je aan het luisteren bent, dan kan je het niet zien, maar dan <laughs> heb je mij deze gehoord. Dus voilà. Ik ga die hier al op tafel zetten, de bellenblazer. Dus Milan, geen nootje, je kan hem winnen. Je hebt zes kansen. Okay. Dus Misschien ik heb je zelfs veel, zes uh, op zes, ja. op zes <laughs> ja. straks. Um, laten we beginnen. Elise, oké, okay, als ik bij jou begin. Ja. Dan krijg jij nu drie vragen over het werpen. Alle drie in eens, oké. Okay, okay. Ja, alle drie in elkaar. Ik kan er rustig over nadenken. En dan gaat de beurt dus naar uh, Milan als je het antwoord schuldig moet blijven. Vraagje 1. De huidige Olympische en wereldkampioen in het speerwerpen bij de mannen. Dat is een Indiër. Maar wie is die huidige Olympische en wereldkampioen speerwerpen bij de mannen? Ja, toen je zei dat het een Indiër was, herinner ik het mij. Maar ik ga niet... Dat is wel een eerste tap die ik geef. Ja, heb. ik denk niet dat ik op zijn naam ga kunnen komen. <laughs> ik heb duidelijk niet gekeken naar de speerwerpfinale met die moet hij in Budapest. <laughs> oh, <laughs> Alleen maar naar die moet hij gekeken hebben. Ja, voilà, het is dat. Snap ik. Ja, helemaal... Uh... Oké, okay, dan nee, gaat, ga de het, uh... gaat de beurt door naar Milan. Ja, Chopra, denk ik. Inderdaad. Als ik het zo juist uitspreek. Tuurlijk. Al <laughs> één punt voor Milan, moet ik hier ja, een beetje ja, goed. beginnen durven. turven? Ai, ai. En nog twee kansen, geen enkel, nog, uh, nog niets aan de hand. We hebben ook Belgische vrouwen die speerwerpen. Um, je zou het misschien niet altijd meteen denken, maar we hebben wel vrouwen die echt er echt alles aan doen um, voor dat speerwerpen. Um, wie is namelijk de Belgische bij de, recordhoudster bij de vrouwen in dat speerwerpen? Mm. Je moet het misschien niet zo heel ver zoeken. je moet je al een ja. beetje lachen. Doe wel die tricky vraag. Ja, ik ben aan het twijfelen of het gewoon Nafitian is, maar. Ja. Niet twijfelen, het nee, is dus al ja. degelijk ja. Oké. Okay. Puntje erbij. Oef. Ja, Nafidiam, 59 meter. Ja. Marissa um, Dupree, 58 meter, jarenlang de beste speerwerpster mm. van België, op heel hoog niveau, altijd geworpen. En toch, hij bij de vrouwen missen we nu toch wel een beetje die topper. Pauline Smal heeft vorig jaar 52 meter geworpen, maar vrouwen over de 50 meter in België, het is toch wel uitzonderlijk. En eigenlijk heb je toch wel bijna 60 meter nodig om internationaal te kunnen meedraaien. Ja, ik denk dat... Het... Ja, bij de vrouwen merk je ook wel dat de, de toppers van de wereld momenteel zijn minder technisch zijn in mijn ogen en, en het zijn echt wel sterke vrouwen. En, uh, ik denk gewoon dat het moeilijk is om dat type te vinden in België. Uh, ik denk dat je ook al rapper naar andere sporten, volleyball volleybal of zo, gaat gaan. Uh, ja, denk, ja, momenteel is het moeilijk, denk ik, uh, in België. Ik moet gewoon de juiste types hebben die, die aan, aan die deur komen kloppen en ook bij de juiste trainer. En ik denk dat gewoon dat de moeilijkheid is. Uh, ja, die breedte is minder. Ja, in, in het verleden toch bij de vrouwen dan. Je moet gewoon, denk ik, ja, geluk, geluk hebben als trainer dat er opeens iemand aan die deur komt kloppen en die, is, hmm. uh, die, die, die kan snel sterk worden. En die is ook qua blessure uh, niet gevoelig. En uh, denk, denk ik denk gewoon dat dat de moeilijkheid is. En ook ja, iemand die het wil volhouden. Hè. Ja. En, en ook een voorbeeld ontbreekt, hè? Want bijvoorbeeld bijna VT of bij de Belgian Cheetahs zie je van eens iedereen er gekomen zijn wil iedereen gaan zeven kampen en iedereen gaan 400 meter lopen. Maar ja. zolang mm -hmm. dat voorbeeld er niet is in het speerwerpen bij de vrouw, Ja, en die individuele disciplines, als je like iemand die voor de loopnummers gaat, is dat altijd wel zo kliksjes Het is een grotere groep om te draaien. Bij het speer is het echt zo wat individueel, iedereen mm -hmm. het wel in zijn eigen wereld. Mm -hmm. Het rikt ook wat minder aan, denk ik, bij jonge meisjes of zo, om te gaan speerwerpen. Denk ja, ook omdat het vrij weinig aandacht ja. krijgt. Allee, dat is een beetje een vicieuze... Ja, tuurlijk, situatie. inderdaad. Ja, je moet er ook al de keus voor maken dat je echt wel... Ja. Qua uiterlijk, ja. dat je ook al wat gespierder wat wilt zijn. Dat wat, mm. ja, je... En wellicht ook vrouwen met een goede slagworp in de arm gaan eerder richting het volleybal dan, zoals je zelf al zei, waar de, de Belgen het dan heel goed in doen of zo. Ik denk vooral like, bij, bij ons om... Als je kijkt naar het buitenland, is het veel zo... Van waar komen de talenten? Dat is meestal zo cricket, baseball, handbal. En als je dan kijkt in België, is dat wel. Wat... Worden die niet echt per se heel groot ja. zijn bij ons? Ja. Mm -hmm. Ik denk gewoon dat we daardoor bij de vrouwen ay, iets minder in de breedte zijn. Luc is ermee bezig. Ja, eigenlijk. Luc is ermee <laughs> bezig. Heeft veel vrouwen, altijd. Luc. <laughs> ja, Elise. Al ja. ah, één punt, ik kan er nog een tweede bij scoren en dan uh, ziet het er goed uit mogelijk voor ah, de ja. Bellenblazer. Ja, ja. Vraagje drie. België die haalde al exact één werpmedaille, werpmedaille. Ik herhaal het nog een keertje. Op een wereldkampioenschap. Welke Belg zorgde voor deze prestatie? Dus voor de enige Belgische werpmedaille op een wereldkampioenschap? Ik denk Filip Milanov. Zilver ergens, met discus. Ergens met discus. Ja. Ik was benieuwd welk werptuig je dan nog ging zeggen. Maar het was inderdaad de discus yeah. van Filip um, Milanov die daarvoor die prestatie heeft gezorgd. Mm -hmm. Dat is al een beetje een, een openbaring dan misschien, Milan, zo in, het, in het werpen van ah, België kan dit toch? Ja, dat denk ik zeker. Um, ik weet niet of jij daar als werper misschien nog, nog meer over kan meespreken, maar dat zijn het soort voorbeelden waar ik het net over had, hè, die, nee. wel, die wel helpen om, uh, om aan andere jonge atleten te doen geloven van ah, dat is misschien ook een optie. Want wat om, uh, dacht jij dan met zo die, die medaille? Van, oké, okay, wij Belgen kunnen hier medailles halen op grote kampioenschappen, ook EK, medaille gehaald. Ja... Maar je praat ook echt over supertalenten. Als je kijkt naar Philippe, hey, dat is hey, uh, het hoogste niveau in de wereld. Dus dat is echt wel uniek. ook. Uh, als je kijkt in de discussiewerk in België, dan ja, in de breedte is dat ook. Hey, het zakt dan ook direct. Dus als Philippe zou zeggen van ik stop ermee, dan gaat het niveau ook wel. Uh, dus ik vind uh, sowieso dat de federatie dat ook uh, serieus mag promoten. Zij uh, Zijn, zijn, zijn topatleten om zoveel mogelijk reclame te maken. om, mm -hmm. om echt Zoveel mogelijk atleten naar die disciplines te krijgen. En denk, ook ja. mee, hoe meer inbreng in die disciplines dat we hebben, hoe meer, hoe meer atleten die geïnteresseerd zijn in discus, speerwerp, hamer, kogel... Ja, speerwerp, een van die, die, die speerwerp. Nee, speerdiscipline, die wordt het heel moeilijk. Speerwerp is een speerpuntdiscipline, ja. Ja. moet ik het zeggen. Amai. Ja, dus hoe, hoe meer dan er eigenlijk gestuurd wordt naar die disciplines. maar ja... Mm -hmm. Meestal iemand die goed kan werpen, aan jonge leeftijd, die kan ook goed discus doen, die kan ook goed kogel doen, dus dat gaat al rapper wat naar de meerkamp geschoven worden. En hmm. dan verliezen dan weer die, die kwaliteit van die training van jongs af aan voor dan een bepaald niveau, behalve dan Nafi dan natuurlijk. Uh, Nafi zal wel blijven doorgroeien en, en speren. Dus, uh... Want je hebt ook wel een paar jonge talenten, met Cedric Zorgeloos bijvoorbeeld, en Yves hmm. Verhulst. Zijn dat dan mannen die we dan in de, in de gaten moeten houden, Milan? Allebei over de 70 meter al geworpen? ja ja het is een beetje een ander verhaal, hè. Cedric was op heel jonge leeftijd supergoed en heeft dan wat moeilijke jaren gehad, probeert er nu wat terug door te komen. En ja, ook met blessure last gehad. Ja, ja, ja zeker. Um, terwijl IDES is, zit nog echt in een, in een stijgende curve. Dus ja, alle twee wel namen, inderdaad, waar we nog iets van mogen verwachten. Maar ik. Ik moet zeggen dat ik dan ook te weinig echt van speerwerpen ken, maar <laughs> grote uitspraken te gaan durven doen van die gaan later 85 meter of zo gooien, ja, dat, dat durf duur. ik niet te zeggen. Als je die mannen bezig ziet op een wedstrijd of zo, wat, wat denk je dan van oké, okay, hier zit wel iets in? Of? Ja, natuurlijk, uh, Lek dat Hides ook, die is super getalenteerd. Dus het heeft ook wel meer talent, eigenlijk. Het is allemaal gezegd, maar ik kies toch goed, ja, ik dus, wel wat ja, mooie. Ja, dus Fernando uh, opzij houden. Dus, uh, <laughs> maar ja, hij moet ook nog de keuze maken tussen discus en speer. Dus dat wordt ook nog niet simpel. Ik denk dat dat dit jaar gaat beslissen worden, uh, welke keuze hij gaat nemen. Dus dat is ook niet simpel. Heeft hij er een trein voor, of heeft hij twee verschillende? Uh, twee verschillende. Dus ah, ja, ik denk okay. dat hij bij Joachim... Traint, uh, voor discus en bij speer bij Bart dus, uh, En dat is zo niet mogelijk om dat te blijven combineren tot een bepaald nee. moment. Nee, want de combinatie maar... speer discus is best uitzonderlijk. discus kogels zien we best op hoog ja, niveau. Ja ja, ja. ja, ja. Ik denk uh, speer discus nee. ik denk nie, niemand die uh, de het normaal gezien doet. Uh, maar ja, uh, dus dat is een idee om die keuze te maken. En Cedric is nu ook uh, super goed bezig. Hij uh, heeft nu onlangs 74 teruggegooid. Mm -hmm. um, ja, ik denk, Cedric uh, was super als hij jong was. Maar als je ziet dat hij lichamelijk geëvolueerd is, dan is hij nu al eigenlijk van een ander niveau. Dus uh, het is nu gewoon een kwestie, denk ik, van technisch uh, alles op punt te krijgen. En dan denk ik dat Cedric ook wel niet ver van bij mij gaat zitten. Dus dat uh, wordt dan ook wel spannend. Is dat iets wat jij ooit zou willen doen? Zoals Johan bijvoorbeeld jou ook extra ondersteunt als trainer? Dat jij ooit op een bepaalde manier of een bepaalde rol jonge talenten zou willen begeleiden? Ja. Of met toppers zou willen mee reizen. Ja, als ik zo jaar of vijf, zes geleden of zo zou, zou ik dat totaal niet uh, mijn ambitie geweest zijn. Nu ik zo wat ouder word, dan denk ik ook wel na van... Ja, misschien de kennis die ik dan verhaard heb van... Ay, ik ik mm -hmm. heb ook al bij veel verschillende trainers samengewerkt. Dus al die kennis, we wat samen bundelen, ook, ay, ken ik ook overal in de wereld, zo wat connecties um, van andere ay, trainers. Ja, je bouwt wel een netwerk op als je overal ter wereld gaat werpen. Ja, het ja, zou toch jammer zijn als dat verloren gaat ja, denk dat ook, ja, we, we hebben dan een federale trainer, dus dat is Mark. Dus uh, allee, het is niet dat er daar een functie of zo nog gaat bijkomen. Uh, we hebben ook niet zoveel speerrijpers. en dan ook ja, budgetair uh, naar buitenland meereizen. reizen. zelf ik op mijn niveau kan, kan geen trainer meenemen naar buitenlandse wedstrijden. Dus mm. dan denk ik ook dat je dan, dan denkt al na van ja, als ik ooit een atleet zou hebben, ik zou mijn ambitie met hem overal naartoe willen gaan. En uh, ja. wie weet ooit. Dat er, een... dat, dat, dat er opeens geld is. Een trainerspetje op jouw hoofd komt te staan. Ja, maar dus misschien wel uh, gewoon kleinschalig mm -hmm. uh, ergens in een club of zo. Talent uh, te directeren of zo. Ja, misschien eigenlijk. gewoon doorgeven wat ik geleerd mm -hmm. heb. Maar ik denk niet dat ik echt bezig ben van, uh, ik wil toppers training geven en overal de wereld meer rondreizen. Maar ik weet dat dat in België budgetteren gewoon niet realistisch is. Ja. Er zijn dan er opeens uh, tien topwerpers, uh, <laughs> wie weet. Aan de deur komen. Um. Ja, jouw kennis doorgeven, maar we gaan ook jouw kennis even testen. Want ik heb ook drie vragen voor jou over Speerwerk, misschien. Over, over België. <laughs> het is jammer genoeg over Elisa, haar discipline, de Belgische sprint. Vraag je één: die Belgische dames, eh, die ploeg, die werden Olympisch kampioen in Peking. Of werden daar tweede en later, uiteraard, dan met die gouden medaille. Elodie en Olivia, die hebben met die winnende tijd ook een modemerk opgericht. De naam van het modemerk, of de winnende tijd? Dat is het antwoord waar ja, ik naar op zoek de, ben. Een run, een run. De, een run. Tegenwoordig heet het Underun, maar wat was het originele naam van dat modemerk die dus verwijst naar de winnende tijd, waarmee ze dus die medaille hebben gepakt in Peking. Of in, nee, Peking. Ik zie Elisa al popelen ja, in mijn ogen. Nee, Zijn het helemaal klaar? Ik was gewoon aan het kijken of ik geen kledij aan had waar het, het, het antwoord op stond. Maar nee. ja, ik, ik weet enkel maar die uh, Underun, uh, enkel de naam hoe je dat nu noemt. Maar, uh, mm -hmm. de, de tijd... Uh... Een gokje, denk je? 43 of 44. 44. 44-33 of zo. is het nog net ietsje sneller. Dat is al een kleine tip, maar Milan, ik neem aan dat je 54, weet. 42-54. Elise knikt. Ja. Inderdaad, ja. ja. Het is veranderd. Naar ik vind -run. dat hij met zijn Unrun wel een half punt minstens verdiend. Heeft. <laughs> Wacht op dit vlak de jury, Elise, wat denk je? Sportief okay, um, gedraaid? Uh, um, en wat was uh, uh. ja, het eigenlijk. Ja, dat is goed. 42-54. Ja, maar de originele naam dan. 42-54. Oh, oh, uh -huh. ah, het, ah, het was geen uh, woord. Nee, het was. Het was Vier cijfers. Ah ja, ja dus ja. ik was gewoon op zoek achter uh, de, de ja. tijd. Ja. Maar nu is de naam is veranderd. Ik weet niet wat jij ja. waarom, Elise, waarom dat. Ik denk dat ze een beetje een andere weg gingen slaan of zo. En dat dat ook iets makkelijker te onthouden is. <lacht> Blijkbaar. <lacht> ze wisten gewoon dat je daar nog gaat verslaan of zo. Kan ook. <laughs> Oké, okay, een half punt kan in het voordeel spelen. Elise heeft uh, twee punten. Dus het half punt kan het verschil gaan maken. Milan nog steeds één punt. Dus ook alles nog mogelijk voor jou. Eén of anderhalf. Want ik heb nu wel die 42 44. Ah, ja, hebt, oh, ja. ja, ja, juist. Excuseer, excuseer. Ja, Mijn ja. boekhouding goed gaan bijhouden. Dat is een volledig punt. Dat het volledig juist. Oeh, dan hebben we een gelijkstand. 2-2. Maar nog twee vragen voor Timothy. Tweede vraag. Ja, we hebben de Belgian Rockets. Dat is de naam voor de 4x100-meter ploeg bij de dames. We hebben ook de Tornado's en de Cheetahs. De 4x100-ploegen. Maar we hebben ook een mannenploeg op de sprintnummers. Bij de sprint, niet alleen de vrouwen lopen hard tegenwoordig, ook de mannen lopen hard. Wat is de bijnaam van de 4x100-meter oh. mannenploeg in België? Hmm. Het begint met België, kan ik al noemen. <laughs> zijn uh, de Rockets? Dat zijn de dames. Zijn de dames. Ah, ja, zijn We zoeken de mannen. Niet de Rockets, maar een andere naam. Het is ook een dier. Jullie zijn een beetje de uitzondering. Alhoewel, tornado's. Weer Ja, de e ja. Ik Kan moeten passen. Moeten passen. Milan. Falcons. De Falcons. Inderdaad. Milan, jij komt aan de leiding. Yes. Ja. Jij komt aan de leiding. Nog een derde vraag. Een derde vraag om toch nog. Uh... Er nog Die Lise bijgaan had net niet meer lukken, maar nee. om het toch nog spannend te maken voor de sport, uiteraard. Ja, op die Belgische sprint wordt er ontzettend hard gelopen. Kim Gevaert die blijft die grote naam. Op de 100 en 200 heeft zij nog steeds het Belgische kort, maar op de 400 meter heeft ze dat record moeten afstaan. Welke Belgische 400 meter loopster heeft Kim Gevaert rooien op die 400 meter? Uh, Cynthia? Cynthia Bolingo, inderdaad. Eerste Belgische vrouw onder de 50 seconden. Daarmee heeft ze dat eerste Belgisch record van uh, Kim Gevaert al afgenomen. Op de 100 en de 200 heeft het nog staan. Denk je, Milan, dat daar iemand naartoe zou kunnen gaan? Zou Roosjes of en Kansa Of misschien zelfs Bolingo op die 200 meter mogelijk? Goh, ze zijn wel nog een eindje ervan af. Hè. Um, op de 200 is het gat nog het grootst, denk ik. Dus ja. daar zie ik het zeker niet direct gebeuren. Um, op de 100. Ja, ik zou dan eerder op de 60 zeggen dan op de 100. Eigenlijk. Op de 60 zijn ze nu wel al in de buurt gekomen in de winter. Ja, 7,10 is het Belgische kort. 7.15 7.15, Echt? Moet ik even kijken naar die? Ja. Ja. Ik weet het toch exact. niet 100% zeker. Ja. Maar um, ja, je moet natuurlijk ook eens zo'n dag hebben zoals, zoals Kim zelf ook gehad heeft: dat, dat alles meezit zit. Hè, dat die wind exact 2,0 is. Mm -hmm. um, en wie weet, wie weet dat ze dan toch wel in de buurt kunnen komen. Ja, diezelfde wedstrijd ja. ook. aan marie naar haar persoonlijke beste met die 22-65, dacht ik dus. Ja, ja dat was in een wedstrijd in de, waar, 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 alles, uh, waar alles goed liep. Maar dan heb ik goed nieuws voor Milan. Want jij wint de bellenblazer. Yes. Gaan we even doorgeven. Ja. Voilà. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Veel plezier. Timothy, we kunnen wel een deal sluiten, denk ik. Als okay. je mij in Rome op een pizza tracteert, dan mocht je dit wel aan je kinderen geven. Dat is goed. <laughs> voilà. En daar zijn we eigenlijk bij Rome aanbeland. Ja, een zestigtal koppig atleten die daar naartoe trekken. Met dus ook wel die ja, vijf ploegen. Dus daarom krijgen we ook wel een best ruime selectie. Maar ook je jij bent er ook bij. Als je nu kijkt naar die selectie, misschien even Milan, geen verrassingen denk ik. Alle verwachte namen zijn erbij, inderdaad. Ze zijn ja, die niet ja. wel gehanteerd van die top 18. Ja. Um, maar geen verrassingen denk ik. Nee, het enige nieuws tussen haakjes, maar dat, dat had ze zelf al aangekondigd, um, is dat Cynthia Bolingo niet in actie komt op de 400 meter. Mm -hmm. um, Zij gaat enkel Estafette lopen. Wat zijn voor en zijn nadelen heeft hè, haar, haar individuele 400. Is dan een Belgische medaillekans die wegvalt, maar haar. Haar aanwezigheid in de aflossing is wel een heel grote troef. Dus uh, ik denk dat dat het enige. Mm -hmm. Ja, de Borlase maakt dezelfde keuze. Geen, laat het IK ga volledig links liggen. Ja, dat is al aangekondigd. Ja, ja, inderdaad. Maar... Tenminste, Kevin en Jonathan, hè, want Dylan is er wel bij. Ja, belangrijk detail. Maar dat zal de kansen van de 4x4 en wellicht ook de, relay, de mixed relays niet echt hypothekeren denk ik. Zeker met Alexander Doom. Nee, nee. Ze zijn, ze zijn in Glasgow wereldkampioen geworden in zaal zonder Kevin en Jonathan ook. Dus. Um... Er zijn nog altijd uh, bij zijn de ze favorieten. Daar favoriet ja, ja. voor dit goud ook. En, en DOM individueel maakt hij daar ook wel. Ja, het heeft de kans. snelste jaartijd. Um, er zit wel een Brit op, een, op uh, 200ste van hem. En dan Hudson Smit is er ook bij. Dat is een Europese recordhouder. Die dus, ook maar uh, blijft meegaan, lijkt het soms. Ja, een ja, beetje ja, als een boullees. Inderdaad. Maar ik denk dat dat zo wat de drie favorieten zijn op de 400. Mm -hmm. En op de 4x4 mag België inderdaad wel, wel topfavoriet noemen. gezien zijn. Bij de dames zou het. Ja, het is. Ditmaal het kampioenschap kunnen zijn van die medaille voor de Cheetahs op de 4x4? Ja, ik denk zoals elk jaar eigenlijk gaat de vraag zijn: van, is Cynthia tegen het einde van het toernooi nog altijd heel? Um, als het met Cynthia in de ploeg is, dan, dan zie ik hem wel meedoen voor de medailles. inderdaad. Hij wordt wellicht die joker in die finale bij de 4x4 dan? Hoogstwaarschijnlijk, ja. ja. Of zie je haar ook bij de mixed op de finale? Ja, en... ze is ingeschreven voor de mixed en er is geen, er is geen reeks, er is enkel een finale. Dus. Um we zijn maar acht ploegen ingeschreven, dus op zich um, kan ze daar ook wel haar rol gaan spelen. Wat denk je dan van, van de meerkampsters dat zijn, maar wellicht ook degene waar we naartoe moeten kijken voor die medailles? Ja, Nafitiam um, ja, is ergens een vraagteken, omdat ze al, het is al twee jaar geleden dat ze nog een zevenkamp heeft afgewerkt. Dus we hebben op zich het, het raden naar haar niveau, zeker omdat ze ook dit jaar nog geen enkele... Losse wedstrijd in een, in een losse proof dan gedaan heeft, zelfs niet indoor. Ja, ze zet ook heel dus, veel geld uh, in, op die, of figuurlijk dan, misschien ook letterlijk, dat weet <laughs> ik niet. Op die meerkamp bij Rome om haar te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ja, het is een beetje alsof niks inderdaad. Um, maar ja, zij, zij heeft wel de luxe dat ze um, zodanig veel talent en klassen heeft dat ze onder de punten onder haar persoonlijk record mag uitkomen en nog altijd hmm. haar Olympische selectie binnen zal halen. Dus. Kan dit dan een mogelijkse kampioenschap zijn waar Noor boven Afi zou kunnen eindigen? Um, kan altijd. Ik vond Noor de laatste week wel een heel goede indruk maken. Um, ja, hij heeft heel mooie dingen laten zien, ook heel constant. Ja, ja, ja. ja. Maar ik denk, ja. De laatste keer dat Affie een meerkamp gedaan heeft, was Indoor in Istanbul en dat was een wereldrecord. Dus ik denk, ik zet daar nog altijd wel uh, stevig ja, op nummer 1. Dat zijn wel echt die, die absolute toppers. En dan denk ik vooral ook ja, de afstandsnummers. In de breedte zo sterk. We hebben nu een sprinter en, en, en een werper. Of, hebben jullie enig zicht op wat die afstandslopers allemaal presteren de laatste jaren? Of is dat iets wat jullie, ja, jullie focussen op jullie discipline? Het is niet mogelijk om dat allemaal te volgen, uiteraard. Ja, dat merken we nu ook wel. Hè, dat er mm -hmm. uh, zeer veel namen ook meegaan naar de kampioenschap. Vroeger was het zo'n beetje van net niet. Uh, ja, ik keek natuurlijk van vroeger Jan van den Broek, uh, match als uh, Maar als je nu kijkt, uh, ja, ik denk ik dat dat heel anders is kaliber van atleten is... Dus, uh, denk je dat soms ook in het, in het vliegveld van... Wie zijn al die nieuwe... <laughs> <wie> zijn <laughs> zo, zo erg is het die, die die <laughs> <zijn> niet. <laughs> Ik denk dat iedereen wel... Iedereen Weet ja. wel met, ja. uh, met misschien zo'n stiepel of zo. Dat is zo soms zo... Ja, we zijn met drie stiepel zo zo Ja, zo'n discipline. dat is zo... Ja. zo ah, ja. Het is ongelooflijk op de, de halve front en de front dit jaar. Uh -huh. uh, 800 met drie, 1500 met vier zelfs, met Elisabeth Nerels erbij. Stiepel met drie, 5000 met twee, 10.000... Wat denk je dan dat die kansen gaan zijn? Want ik denk voor als we richting finales gaan, moeten we dan toch wel kijken naar die 800 meter bij die mannen. Want Pieter Sisk heeft op de IFAM daar een geweldige prestatie neergezet. Ja, ja, ja. ja die drie mannen op de 800 zijn al drie finale kandidaat voor mij, Liot Castaan, Tibode Met, Pieter Sisk. Mm -hmm. ja, in de praktijk zal het wel wat moeten meezitten. Ik, ik, ik lijkt me sterk dat hij nu effectief alle drie finale gaan lopen, maar het kan wel. Op mm de -hmm. um, 1500, Jochem Vermeulen en Ruben Verrijden, ook topvorm. Ook die zie ik uh, wel Ja, de finale, die Ja, die gaat ook mee. Ja. Maar op de IFAM stapte hij alweer uit. En we moeten ja, alweer. Het is, die is dus absoluut is... Niet, uh, niet in vorm. Um, of zo lijkt het toch. Hij mag altijd uh, tegendeel bewijzen in Rome graag, natuurlijk. Maar uh, mm -hmm. die geef ik dan minder kans op finale. Maar als je echt over medailles spreekt, dan kijk ik toch wel naar Isaac Kimeli. Um, die heeft zowel op de vijf als de tienduizend de laatste weken echt... Voor uh, het eerst onder die dertien minuten die lijkt gelopen. in de beste vorm van zijn leven ja, te zijn. Ja, ja, ja. Die doet wel de 5000 niet mee, dus heeft zich niet ingeschreven um, in Rome. Dus is zet alles op de 10.000, dus uh, het zal daar moeten gebeuren. Dat is de beste keuze, denk je? Of? Ja, ik vind het sowieso verstandig dat hij het een keuze maakt, want de twee combineren zo kort voor de spelen zou wel echt heel zwaar in de kleren gaan hangen. Um, en op de 10, inderdaad. Het voordeel op de 10.000 is dat je geen Jacob ingeberichten hebt. Um, dat is op de kortere afstanden al één medaille die sowieso uh, weg is. Dus in die zin is het wel een begrijpelijke keuze voor de 10.000. En verwacht je dan zo'n EK light mogelijk? Of... Eigenlijk dat niet over... echt light in sommige nee. disciplines. Voor zover ik weet doen bijna alle toppers mee. Um, ja, alleen ook de echt grote, grote namen. Dus Duplant is, Femke Bol in je bericht. Alleen iedereen komt. Dus um, ik wacht hmm. niet dat er echt een light EK gaat zijn. Eigenlijk. Ja, Elise, wat verwacht jij van de dames op de sprintnummers? Wat denk je dat zij daar gaan? Rani en Delphine en ook Cynthia misschien. Um, dan uh, voor Parijs later, maar laten we ons misschien eerst even focussen op. Rani WK. en Delphine, ja. Um, ja. Ze hebben deze winter ook hele mooie dingen laten zien. Um, dus ik denk dat ja, ik kan het moeilijk inschatten. Het niveau is ook wel hoog of ze finale kansen hebben. Ik denk misschien als ze hun persoonlijke records lopen, dat ze wel in de buurt kunnen komen. Dus mm -hmm. um, ik denk dat ze goed bezig zijn en uh, ik hoop uh, dat ze dat inderdaad wel. Zo dicht mogelijk in de buurt komen van die records en dan zo hoog mogelijk eindigen. Is dat dan, ik ga niet zeggen een nadeel, maar het niveau is gestegen. Rani en Delphine staan dan individueel ook op een hoog niveau en kunnen daar ook rondes verder geraken, kunnen nadenken over een, over een mogelijke finale. Hypothekeert dat dan mogelijk de kansen voor de 4x100? Want ja, op het EK moet het misschien wel gebeuren voor Parijs. We zeiden het daarnet, ja, die top 16 gaat door. De veertien landen hebben al een ticket op de Bahamas gekregen. Spanje en, moet ik even kijken... Ga je mij beschikt wellicht voor zijn, moet ik hier zoeken China. China. papier, papier ja, Spanje, China. Inderdaad. China staan. Die 4303 staan die nu ja. op die laatste gekwalificeerde plaats. Jullie hebben 4317. Klopt, dat jullie dus daar net achter staan. Ja. Maar jullie moeten dus wel echt op top zijn om dat te kunnen lopen. Is dat dan een nadeel dat die nog daar individuele rondes gaan lopen? Oh, ik denk dat niet. Ik denk dat ze allebei ook wel al bewezen hebben dat ze ook op een kortere periode meerdere malen top kunnen zijn. Um, en ik denk op zich dat we, als we twee meisjes hebben van de vier die individueel aan een EK mogen deelnemen, dat dat gewoon betekent dat het de ploeg gewoon een hoog niveau heeft. En dat we dus wel mogelijk ja, nog veel sneller kunnen lopen en ons dus, dus wel kunnen kwalificeren voor de mm -hmm. spelen. Mm -hmm. Ja, het is ook niet, want het daar dan net over Isaac meer. het is ook niet dat zij een 10.000 ja. meter moeten gaan lopen. Dus ik denk dat het op de 100 meter nog wel te dat doen gaat. is om uh, mm -hmm. te recupereren. Voor om die combinatie te maken. Mm -hmm. 100 meter. Ja, weet je al wanneer jij het vliegtuig op moet, Timothy? Ik weet nog van niet. <laughs> ik weet nog van niet momenteel nog aan het wachten. Uh, maar weet uh, wanneer je wanneer de planning is voor dat de, de speerwerpfinale gepland staat? Uh, 11 en 12 juni. Dat uh, uh, zijn de laatste twee dagen van Champions yeah. dus League. Hoe uh, beleef je dan de dagen voordien? Kijk, ga je in stadion gaan kijken? Of... Uh, normaal gezien die is niet. Je moet die ben focus wel behouden. Bezig. Of... Ay, ik ga geen energie. Uh, ik kijk wel gewoon op een tv of zo, uh, op de kamer. Maar ik denk ook waarschijnlijk, ik weet nog niet wat de planning is, maar normaal gezien vliegen wij waarschijnlijk ook later in, omdat ik de laatste dagen maar mee uh, moet gooien. Meestal, dat is nu de, de tactiek van de laatste drie, vier jaar, dat nu de Federatie, zo'n twee dagen voor ons, uh, voor onze kwalificatie dan pas uh, laat vliegen. Ja. Moet dat waarschijnlijk hetzelfde gaan zijn en dan. Uh, ja, waarschijnlijk gewoon dan uh, een, een dagskunnen uh, mee, mee losmaken. Los en dan, uh, dan is het bijna kwalificatie. Dus je uh, hey, zit enkel maar bezig met jezelf, dan denk ik. En, ja, uh, je hebt die focus echt nodig, want anders ja, na, word je na, afgeleid. Na, natuurlijk, uh, ja, als, er, uh, ja, als er finales bij zijn of zo, kijk dan wel op, op je SM of zo. Dus. Heb je bepaalde disciplines waar jij zowel nationaal als internationaal naar uitkijkt? Of disciplines in het algemeen? Uh, ja, sowieso. Ben broeder, uh, Post ook. Ben echt wel. Max om ook te kijken. Um, ai, de wedstrijd dat ik allemaal meedoe, op dat niveau, doe meestal duplantis ook mee. Dus uh, dat is altijd wel leuk. Uh, lekker als duplantis of zo moet springen, dat heel dat stadion uh, wordt gek en uh, dat, dat vind ja. ik altijd zo wel uh, uh, een leuk moment om te kijken. Um, maar ook sowieso denk ik de 800 meter, denk ik ook wel. Um, hopelijk met drie bel in de finale. Dus dat ook altijd wel spannend. Mm -hmm. uh, de, de eerste ronde is wel een beetje opbouwend. En dan de laatste ronde is dan uh, dat vind ik ook wel leuk. Um, ja, en de, uh, de werpnummers, uh, sowieso, speervrouwen. Uh, ja, spijt dat Vanessa niet mee mag uh, Hamer, vind ik Ook leuk. Well, ik vind het eigenlijk veel leuk. Hè, dus duidelijk. Uh, <laughs> ja, dus ik, vind, ik vind de meeste dingen wel leuk. Uh, maar. Elise, jij zo'n een paar voorkeursdisciplines die je graag volgt. Een um, lichte sprint ja. die misschien net iets aandachtiger volgt. Ja, als wij, well, allee, ik weet ook niet wanneer dat we gaan vertrekken, maar moesten we op tijd zijn, dan gaan we toch wel graag kijken als Rani en Delphine gaan lopen. Um, dus dat is altijd wel fijn om te zien. Um, ik, ga, ik kijk ook altijd graag naar Pauline, de 400 horden. Dat zij nu terug op het EK staat, vind ik heel fijn voor haar. Ze heeft er hard voor gewerkt. Um, dus ik ben heel benieuwd wat zij daar ook op gaat doen. En natuurlijk, ja, met Femke Bol bijvoorbeeld, is dat ook altijd uh, mooi om te zien. Ik voel je dat een um. beetje op training ook van zo, een kampioenschap komt er aan. Dus dat in die groep zijn er atleten die zich misschien net, ja, ik kan niet zeggen terugtrekken. Of die misschien iets hebben van, oké, okay, deze training staat in teken van een Europees kampioenschap. Terwijl andere atleten naar een Belgisch toe werken, Dat daar toch een verschil is in het focus? Ja, toch wel. Allee, als je merkt dat bijvoorbeeld, ja, Pauline of Helena gaan soms dan wel een bepaalde training anders gaan. Ja, of hun focus wat harder gaan zoeken dan anderen. Ja, je hebt ook nog veel jonge atleten die daar nog helemaal niet mee bezig zijn, bijvoorbeeld. Dus je merkt dat verschil ook wel. Dat zij ja. daar wat ja, professioneeler is, misschien niet volledig het juiste woord, maar toch wel anders mee bezig zijn. Want Pauline, ja. misschien wel een outsider voor de finale, samen met Hanne van de Klaas op de 400 meter horde. Hoe schat jij een beetje die kansen in Milan? Denk je dat daar mogelijkheden liggen als zij op dat topniveau kunnen presteren? Oh, wel, ik denk dat je het juist zegt, outsider is het juiste woord. Um... Paulien is heel regelmatig, heeft nu al vijf keer in de, in de 55 gelopen. Allee, die regelmaat vind ik altijd een heel goed teken. Um, ja, maar... bij Anne was het dan eigenlijk, ze liet het gaan dan, halverwege die 400 meter op de IFAM. Ik weet niet exact wat daar gebeurd zou zijn. Ik denk ik dat ze de misschien ergens niet is uitgekomen of zo. Mm -hmm. um, ik vond de dan... vlakke 400 mm -hmm. wel heel goed, mm -hmm. dus ik denk dat de vorm eigenlijk er wel is. Maar natuurlijk, in die 400 hoorden heb je dat, dat juiste passaritme nodig, dat is vaak wel zoeken. Um, ja, ik denk wel dat er een 54er gaat nodig zijn om, om in de finale te geraken, dus ze gaan alle twee wel nog harder moeten lopen. Ja. Vooral Pauline, lijkt al wel uh, over de regelmaat te beschikken om eens misschien die, die, die ronde te gebruiken op het moment uh, mm -hmm. Ja, op de spelen was er net naast in Tokio. Ja ja ja. ja. Klaas natuurlijk al eens vierde geweest in Berlijn op die, op die nee, horde dus uh, ja, ja. wie weet twee belgen op de korte horde, twee mannen. Ze waren er al bij op 2K. Mm -hmm. Michael Lobasci, is dat nu Iemand om in de gaten te houden, die misschien wel voor, ik kan niet zeggen een verrassing, want als je zo regelmatig um, 13-20 loopt of twee maal al op korte ja, ja, tijd, dan lijkt je wel in aanmerking te komen voor ja, daar een dichte ja. ereplaats. Ja, hij is, hij is jaarlijst aanvoerder in Europa, dus um, dan ben je gewoon uh, favoriet voor de medailles. Ik zeg niet de enige favoriet, want er zijn een paar die, die maar 100 uh, trager zijn dan hem, maar hij is zeker bij de kandidaten voor, uh, voor de medailles. En Michael is ook iemand die niet. Um, hij heeft niet zo dat Belgische om het zo'n beetje weg te duwen, zo van we zullen wel zien of zo. Hij, hij zegt ook gewoon letterlijk: van, ik ben daar een medaille te winnen. En voorlopig dus, maakt hij uh, het altijd waar. Wou yeah. regelmatig 13-30 lopen? Wou die limiet ja, lopen? Ja, ja. Dus uh, zeker een kans hebben. Ja, ja. En de jongere lopers, Elie Bakari, was hier ook al aanwezig in de podcast. Die blijft stappen zetten, die blijft die progressie maken. Zit hij zo in die bepaalde plaatsen in zijn carrière waarbij het. Ik ga niet zeggen vanzelf loopt, maar van... Ja, je bent jong en het gaat allemaal vanzelf uit. Ja, hij ja, loopt vaker bij, bij het leten van zijn leeftijd. Um, op een moment stopt dat ook wel natuurlijk, maar hopelijk, hopelijk gaat die steile curve nog, nog wel mm -hmm. even door. Um, maar ik denk dat het gewoon een supertalent is. Ook als je hem gewoon al ziet staan. Gewoon, hij hoeft zelfs nog geen atletiek te doen, maar als je gewoon zijn lichaamsbouw ziet, dan, dan zie je, vind ik al, dat, uh, dat het talent ervan aftruipt. Dus uh, mm -hmm. is dat zal in de ook iets nog wel... Uh, om Iets, naar te gaan uitkijken. Het draait om die aflossingsploegen. is ook heel benieuwd naar wat daar gaat gebeuren. Want ja, Parijs staat natuurlijk ook voor de deur. Timothy, die die voor jou ziet het er op zich wel de rankings goed uit? Slaap je op twee oren of nee, kijk je daar een niet, beetje naar? Niet. Dus uh, ja, ik had graag nog wat extra puntjes geraapt uh, om echt wel zeker te zijn. Uh, ja, de, er zijn nog toppers die achter mij staan, waar ik zo van denk: van ja, als ze ja, een paar goede wedstrijden doen, I, hoe wisten ben je nu? Ik heb wel even niet meer gekeken. Uh, ik dacht 22 als ik het laatst had gekeken. Ja. Road to Paris. 22 of 23. Ja. En jullie mogen met hoeveel delen? 32. 32. Um, ja, maar het kan. Ja. De 32e plaats is nog ver weg van mij. Maar uh, iedereen heeft nog zijn nationaal kampioenschap ook. Dus dat is ook allemaal uh, 100 wedstrijdpunten. Dat je dan kunt winnen. Maar op zich voor jou zou dat ook geen probleem mogen zijn: die 100 punten van Belgisch kampioenschap. Nee, maar ja, het is niet, ja, je moet ook een goede prestatie bij leven. Dus mm -hmm. uh, 80 meter plus 100 punten, bijvoorbeeld. Heb uh, jij jouw, jouw programma dan een beetje veranderd nu? Omdat je dan toch misschien nog niet die 80 meter hebt? Zit er heel uh, ding nu bij ik ben gewoon hè? volledig gefocust richting die Olympische Spelen. Dat is gewoon het enige hoofddoel. Is daar ja. gewoon deelname daar in die finale graag. Dus, uh, maar, ik denk gewoon dat ik, ook al ben ik niet aan, aan het pieken op de periode die nu komt, uh, denk ik gewoon dat ik heel het seizoen normaal gezien altijd goed ben. Nu heb ik gewoon een beetje pech uh, met de wind, uh, technisch wat fout, ja. Maar fysiek zit ik gewoon goed en denk ik dat ik gewoon elke wedstrijd gemakkelijk over die moet kunnen gooien. En, uh, dus vertrouwen op zich is er wel voor. Ja, als gewoon goed. het pieken naar een kampioenschap, dan, ja. dan, dan pas is er een contrast. Maar dat, dat is, mm -hmm. ik ben meestal iemand die redelijk stabiel is op een bepaald niveau en, en uh, rond de gemiddelde blijft hangen. En, uh, uh, af en toe wel een keer een uitschieter maar dat is dan als je meer gefocust zit op die wedstrijden ja. maar uh, ja, het is niet dat ik nu uh, slecht zou presteren omdat ik gefocust ben uh, naar de Olympische Spelen dus ik wil gewoon ik ja, ben, ben graag altijd goed eigenlijk. Uh. snap ik, <lacht> <lacht> ik ook <laughs> ja Elise, voor jullie het ja, EK wordt misschien voor jou een beetje het hoofdtoel maar ja, daarnaast we hebben al uitgebreid over die aflossingsploeg gehad maar je bent ook nog op een andere manier betrokken bij de federatie of bij de atletiekwereld op zich want je bent ook deel van de atletencommissie in ja. 2021 werd die boven het doopvond gehouden. En dan, ja, de, de invulling was nog een beetje vrij. Mogen we mogen nu voor een volledig andere boeg met de commissie, maar op welke manier of op welke manier, waarom heb jij daarvoor die motivatie gevonden om op die manier jouw bijdrage te leveren? Ja, er bestonden al heel wat andere commissies, had ik dan achteraf gezien. Um, en er was ook wel een, een topsportatletencommissie, maar een gewone, alleen gewone atleten klinkt misschien niet zo positief, maar de atleten die niet als elite beschouwd worden, die hadden eigenlijk nee. geen... Ja, geen commissie. En die hadden eigenlijk geen, geen stem of geen... Vertegenwoordiging. Ja, vertegenwoordiging binnen de federatie. En dan... Ja, ik ben iemand die mij wel altijd graag geëngageerd voor van alles, al mijn hele leven lang. En dan kwam die oproep en ik dacht, ja, dat is wel iets voor mij, denk ik. En dan... Want je werd ook de eerste voorzitter van die commissie, ja. je was daar verkozen. Ik was erbij, ja. van aardig heel goed ja, ja, ja. En dan <laughs> hebben jullie gekozen om een bevraging te lanceren. Mm -hmm. Meer dan 400, 450 atleten ja. die dat hebben ingevuld toen. Ja, dat was, was geen cool. evidente periode, de naslip na corona. Mm -hmm. Wat zijn zo dingen die daar dan zijn uitgekomen, die misschien mensen helemaal niet weten dat dat de verwezenlijkingen zijn van van de atletencommissie. Ah ja. ja, dus we hebben inderdaad die bevraging gedaan om gewoon een keer te polsen bij atleten. Ja, waar zitten atleten eigenlijk mee? Um, we hebben daar dan een, een verslag van gemaakt dat ook wel naar de andere commissies gegaan is. En doordat de federatie ook wel weet wat dat daaruit is gekomen. Um, en iets concreets dat daaruit gekomen is, bijvoorbeeld die B-finales op Vlaamse en Belgische kampioenschappen. Um, dus dat vind ik wel fijn. En ik denk dat de meeste atleten daar ook wel echt blij mee zijn, dat ze een tweede kans krijgen. Of veel atleten die in... niet weten dat dat jullie verkiezen. Ja, inderdaad. Dus dat is een van de kleinere dingetjes misschien, allee, mm -hmm. maar wel concrete zaken die, wel, uh, ja, die we toch wel kunnen verwezenlijken. Mm -hmm. Ja, ook zo'n sfeer op wedstrijden kwam ook voor dat rapport. Mm -hmm. Dat dat misschien soms nog een beetje ontbreekt. Als ja. jullie nu zo alle twee naar grotere wedstrijden gaan, hoe verhoudt zich zo'n Belgische wedstrijd op, op niveau, zo'n Vlaams-Nationaal of een IFAM of zo, in verhouding met die internationale wedstrijden? Bijvoorbeeld, ja, een Golden Spike is nu wellicht. Die van de grotere wedstrijden. Ik denk dat contrast ja, mm -hmm. tussen die wedstrijden is te groot. Hè. Dus, mm -hmm. ja. dus dadelijk dat je ja, ik zeggen, een Vlaamse kampioenschap gaat gaan vergelijken met Memorial van Damme, bijvoorbeeld. Mm -hmm. dus, dus dat kan je ook niet in contrast zetten met elkaar. Mm -hmm. uh, maar ik denk gewoon, moest er ay, muziek bijvoorbeeld, uh, als gewoon het stadium uh, overal wat muziekinstallaties uh, staan en wat muziek uh, of soms wat, wat, wat ritmische dingen. Hè, dat er. Uh, bepaalde... Ja, wie, wie dat er aan de microfoon staat of zo, bepaalde atleten in de gaten uit, en dat er dan bepaalde bepaald uh, ritmisch uh, iets of zo... Wordt We af... doen ons best. Ja. Ja, ja. ja ik weet, ja, maar... Richting de kamp niet meer zo, dus, uh, dan, voornamelijk. Ja, nat natuurlijk. Ja. Er, zo bijvoorbeeld IFAM en zo zijn dan wel goede voorbeelden, hoe zij dat dan aanpakken, ook met het vuurwerk en de voorstelling. Ja, maar het is natuurlijk, ja... De IFAM kan ook niet... Uh, opeens 5000 extra mensen toveren, die komt supporter ja, het is. Gebonden, dus... Het is zo... Dus dat... Er was al meer volk dan op een Belgisch, maar het was nog altijd een leeg stadion. Ja, dat vond ik persoonlijk. Maar, maar... in een vul je natuurlijk. Ja, niet nee. <laughs> ja. Dus, uh... Ik vind op zich, ja. De piste in Bouddhemeinstadion is supergoed. Dus in die zin dat het wel zijn voordeel om in Brussel mm -hmm. te trekken naar de IFA. Maar ik denk dat de organisatoren zelf al hebben aangekondigd dat ze volgend jaar terug naar orde gaan. gaan. Ik denk dat dat stadion ook wel gewoon meer op maat van de meeting is. Ja. Want daar vind ik het eigenlijk, eigenlijk elk jaar wel best een goede sfeer. Ook omdat iedereen kan daar heel dicht bij de piste komen, is het niet in zo'n megastadion. En u mist je ook veel um, atleten die buiten het stadion gewoon aan het opwarmen zijn met coaches ja. die dan eigenlijk ook een beetje de ja, ja. Ja. interactie want missen. Zij doen, zij doen tenminste wel hun best om er echt een, een sfeervolle meeting van te maken. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is al het minimum. Is dat iets waar wij in België kunnen in groeien, Milan? Zo die, die ja, wedstrijden meer aandacht geven, want op zich zijn er heel veel regionale wedstrijden. Maar missen we dan misschien een beetje zo ja, dat Belgische dat te veel in ons zit van het toch een beetje bescheiden te houden misschien? Ja, ja, maar ik vind, dat, ik vind dat moeilijk. omdat soms wonen er dan bijvoorbeeld in Nederland zijn er dan ook pogingen gedaan om er zoiets heel cool van te maken, tussen aanhalingstekens. En dan, dan staat er een DJ op middenterrein. Maar dat is, dat is soms ook al mislukt, omdat het gewoon. Yeah. Ja, je, je moet een beetje dingen op maat van je publiek doen. Altijd die publiek zit ook niet altijd per se te wachten op een of andere hippe DJ. Dus dat is want niet en, zo gemakkelijk om. Want de Nederlanders we van, we gaan pro proberen wel, want ze we hebben op de. Op de die Blanke Schoen spelen, denk ik, zo die knock met het verspringen en zo kan het verleden. Ja, in. ja, voilà, In Nederland wordt er op dat vlak wel wat meer geëxperimenteerd ge ge om het aantrekkelijker te maken voor een, voor een breed publiek. Mm -hmm. Maar het is niet altijd even gemakkelijk. Maar we gaan wel naar Nederland volgend jaar voor het WK Indoor, of het EK Indoor, excuseer, WK. in Apeldoorn. Ja. Is dat dan voor jou misschien toch zo een puntje in jouw agenda dat EK Indoor? Mm. Ik heb nog niet zo heel hard over volgend jaar nagedacht. Dat nee, snap ik. Ja, dat is nog um, heel ver op dit moment. <laughs> ja, ik ben bij vooral op, de, op deze zomer aan het focussen. En um, wat er daarna gebeurt, dat zie ik nog wel. <laughs> maar ja. een, e een EK-indoor is wel zo een van de dingen die voor mij individueel wel zo dichtbij kunnen komen ja. om, om te halen. Dus dan uh, is, dat, is dat toch misschien wel ja, dat je ergens over nadenkt wel. Ja, een indoorseizoen is niet aan de speerwerpers. Ja, dat vind ik wel spijtig. Ik denk, denk, denk dat er daar ook wel mogelijkheden in zijn. Wij hebben momenteel eigenlijk die, die Winter throwing Cup, uh, maar dat is volledig afzijdig van het EK-indoor. Mm. Maar op zich denk ik wel dat er daar iets rond zou kunnen gemaakt worden in, de, in dezelfde tijdzone als het EK-indoor, maar gewoon op een andere locatie waarbij dat het, je ja. uh, nu bijvoorbeeld zegt, ja, is het, het EK-indoor is in Nederland maar dat je dan de werpnummers dan uh, bijvoorbeeld tegelijkertijd uitvoert, ik zeg maar, in Tenerife of zo, ja. En uh, zodat zo eigenlijk de werp uh, nadeel eigenlijk bij, bij, bij Speer, Discus en Hamer is eigenlijk dat je maar één kampioenschap per jaar hebt eigenlijk. Mm. Uh, je, zijn nu dit jaar. Dit jaar twee, ja. Um, maar de indoor hebben we niets van promotie ja, ja, ja. en dus uh, komt het eigenlijk ook niet in de picture, waardoor dan eigenlijk sponsors totaal... Uh, ja, geen interesse. Nu, hè. Dus eigenlijk zijn maar. Die werknummers het maar 50% waard eigenlijk hè, aan publiciteit. Dus dat we wel leuk zijn. Moest er zo een concept misschien bedacht worden? Dat, bepaalde er gewoon, initiatieven, ja. Ja, dat er gewoon tegelijkertijd ergens anders een EK of een WK indoor is. En, dan, en de winters er, worden zachter, dus wie weet. <laughs> ja, maar dan hebben de dat Eigenlijk een tweede kans om, om nog een bepaalde medaille te verdienen. En dan, dan kunnen we ook nog in, in de picture komen. En dan... Want hoe pak je dat aan in de winter? Is dat dan werp je dan effectief veel met een speer of enkel op stage in het buitenland, uh, waar het dan een stuk ja, warmer is? Ja, we hebben een vreselijk slechte winter gehad in België, dus ik denk dat ik nog maar een maand geleden mijn eerste echte werpsessie buiten kunnen doen heb in België okay. uh, maar de rest is allemaal in het buitenland op stage maar ja, dat zorgt ervoor dat financieel dan ook weer dan de budgetten erop geraken, ja. want ja, je moet ook wel beginnen wermen. je kunt niet blijven door met balletjes gooien, dus je moet echt dat gevoel krijgen met die speer en uh, dat zou dan wel interessant zijn. Moest er dan zo ook een, een indoor kampioenschap? Een hey, in winter moest in plaats van... Ja, dat er iets is. Ja, EK Indoor, dat je het kan. gewoon uh, mm -hmm. EK uh, Winterkampioenschap of zo maakt. Ja. En uh, uh, moest er zoiets gedaan worden, dan kunnen we misschien dan ook nog even uh, daar naartoe werken. En nu ja. hebben we eigenlijk niets te doen. Dus dan Duurt het best lang, zo die cyclus ja, tegen... de enige optie die we hebben, is gewoon volledig resetten en dan gewoon een zware opbouw doen naar, naar het volgende jaar, hè. Um, maar natuurlijk, als je fysiek in orde zit, is het wel spijtig dat je dan. De beetje, winter een beetje wachten in de wijdkamers. En dan zeiden je aan het kijken naar 2KN door of zo. En dan zeiden je van: ah ja, dat is eigenlijk wel spijtig dat wij ook niet even ja. mee in de picture kunnen draaien. En dan Want bij jullie ook... moet het dan gebeuren: het zijn wel twee, twee, wereld, twee grote kampioenschappen, maar op een maand tijd. En dan moet het daar allemaal een beetje gebeuren. op Ja, ja tijd, dus dat, dat is wel spijtig. dat moesten we nu gewoon in de winter ook iets hebben? Dan... Ja zullen we er ook voor zorgen. We komen in beeld, publiciteit, en, uh, en dat zullen we misschien ook voor zorgen dat er meer werpers zullen er, uh, aangesproken voelen. Hè? Ja. Dat we, doen... neem, we nemen het mee naar ja, de atletencommissie. Naar de ik denk niet voor... dat je daarvoor ja. bij ons moet zijn. <laughs> Even uh, de Europese atletencommissie. Ja, ja, die bestaat. Die bestaat ook, ja. <laughs> voilà. Ooit komt het op de agenda. Uh, wie weet kunnen we de topsport al uitbreiden of zo. Uh, ik zei het daarnet nog, jouw familie heeft ook een heel sterk verleden, want jouw grootvader is tweevaardig olympiër ja inderdaad maar dan op een totaal andere afstand is dan de, de lange afstand dus dan de, de 5000. Um, ja in, in onze familie zat dat er zo in van de lange afstand uh, met, met, ik heb twee broers en die deden al twee ook uh, zo crossen dus de crosscups van vroeger en zo en um, ja mijn vader nam, nam ons allemaal mee in de auto en dan naar de crosscup of, <laughs> moest je ook of, of naar een cross en uh, um, ja ik moest dan zo ook meedoen en, uh, bij de Benjamins. En, uh, ik had er zo uh, een hobby van gemaakt: als ze zo twee toerkussen moeten lopen, dan liet ik zo iedereen mee voorbij steken in dat eerste rondje En dan de laatste ronde probeer ik ze nog iemand voorbij te steken. Also. Maar gewoon totaal geen interesse in, in lopen. Uh, uh, <laughs> ja, ik vond, ik vond dat gewoon totaal niet leuk. En, uh, dus ja, dan heb ik wel de traditie uh, door Bro. Uh, Toch wel in de sport gebleven. Want jij was er twee keer bij in Melbourne in 1956. En in Helsinki op 52, of in 52, uh, eenmaal op de 3000 meter stipel en de 10.000 meter in Melbourne en op de 1500 meter in Helsinki als ik juist ben, wat best een indrukwekkend palmares is om toch hartstikke goed ja, ja. die spelen aanwezig te zijn. Hans dus ja. Herman, we hebben de voornaam nog niet gezien. Ik heb hem spijtig ja. nog nooit leren kennen, want uh, nee? een maand voor mijn geboorte uh, is hij verongelukt. Dus, uh, Oké. Okay. Uh, ja, dus hij uh, was ook uh, zeer gekend bij ons in de streek en zo. En, uh, dus ja, maar mijn vader heeft dan geprobeerd van ons toch allemaal in de atletiek wat te steken. En uh, dus het is toch één iemand. Dus mijn, ja, mijn broers hebben niet zo lang volgehouden als mij. Uh, toch één iemand. En uh, daar moet het nu ook wel mooi zou zijn voor die Olympische Spelen mee te doen. En dan is de cirkel in de familie ja, ja, ja. ook rond. En, uh, dat zou En dan is mijn taak om uh, meer van de dochters... <laughs> de de dochters klaar ja. te stomen voor dus de morgen ook kiezen Maar die waren en al gesport. bezig, ja? ja. hè? Uh... Ja, ze zijn al bezig met van alles, maar... Uh, <laughs> Ze mogen vooral kiezen welke sport. Dus, mm -hmm. uh, dus, uh, maar ze moeten wel uh, sportief zijn, dat is wel uh, de regel thuis. Uh... Vanaf ze een speer vast te hebben, heeft jouw vrouw zoiets van nee, alsjeblieft. <laughs> nee, ja, het hoeft voor mij geen speer te zijn. Uh, <laughs> ik zou ook zo zelf graag hebben dat ze uh, uh, polstok, bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. Mijn oudste dochter is uh, um, een acrobaat, uh, like dat we zijn dan. En, uh, ik doe gymnastiek en dan atletiek en dan denk ik ze van. Ah. Ideale combinatie. Ja, Maar het ja. is natuurlijk spijtig. In, in België wordt er pas posthoektraining gegeven vanaf 12 jaar. Dus je moet nog een paar jaar wachten, ofwel of moet ik zelf al beginnen. Uh, <laughs> maar door de club uh, al die vaardigheden al leren, dat is al. Ah, ja, ik, ik, wil basis. Gewoon, ik wil gewoon er, er zoveel mogelijk laten uitproberen. En als ze dan zegt van ja, het is echt wel iets voor mij, dan weten dan we van ja, hier kunnen we dan weer verder gaan. Of wel. Hey, of moet je kijken naar een andere sport? Als ze dan ik krijg zo een verhaal verhalen met de aanloop in jouw tuin. Ja, ja, ja. Ik heb me altijd filmen voor de docu dan. Wat Wat ik had dan? al van, Stefan had mij al een uitnodiging gegeven om, uh, hij heeft blijkbaar bij zijn thuis een aanloopstrook en een, uh, ze zei uh, van, de zomer als het vakantie is, kom ik een keer af met je dochter. Dus uh, <laughs> en, uh, wie, wie weet, zeg ze dan. Ja, zet ja. dat hier thuis ook maar. Stef van, van der Meuren, de trainer die ziet al opties, ziet al mogelijkheden. <laughs> Yeah. Ja, en misschien nog, nog iemand anders in jouw familie, jouw trouwste supporter, jouw vader Chris. Ja. Yeah. Die heeft een eigen Instagram-account waar, ik denk, alle managers en social media-managers van de Belgische atleten jaloers op zijn. Hij moet er, denk ik, drie laten voorgaan, als ik, als ik het heb juist heb opgezocht. En dat is, hou je vast: Nafitiam, Hanne klaus en Camille Laus. Al de rest steekt hij voorbij qua aantal volgers. <laughs> Net geen 25.000 volgers, dat is onwaarschijnlijk impressionant. Ja. Yeah. Is hij dan echt gekend over de hele wereld? Uh, ja, is dus, uh, zijn hobby. Hè? Dus uh, hij, I, denk gewoon, na zijn. Uh, vanaf wat hij op pensioen was, was zijn, uh, zijn enige opdracht, denk ik, van uh, zoveel mogelijk. Uh... Want het is allemaal content van jou? Uh, ja, dus hij, hij, hij probeert zoveel mogelijk sponsors uh, te zoeken en, uh, en dan via Instagram. Dus uh, uh, zeer vroeger was dat dan eigenlijk begonnen via YouTube. Dat hij ja. dan uh, filmpjes plaatste en uh, dan is dat geëvolueerd naar Instagram. En uh, dan, nu plaatst hij eigenlijk op Instagram uh, alle trainingen of, of wedstrijden. En uh, dat is eigenlijk heel de wereld die dan geïnteresseerd is in. Uh, uh, in welke oefening dat hij uh, erop zet, of uh, dan... dan ay, en dan kom ik ook regelmatig wel trainers tegen. Ja? Uh, yeah? like, het grappige was... Uh, en noemen ze jou dan Chris, of weten ze wel dat het, <laughs> dat het uh, niet nee, jouw nee, account nee, nee. is? dus dat, De fout gebeurt veel, dat iedereen zegt, hé, hey, met Chris. Dus, uh, de, de, <laughs> dus dat gebeurt al veel. Maar ay, het leuke <laughs> is dan dat je dan... Ay, ik, ik persoonlijk zag er nooit niet echt nut van in. Uh, maar like nu, onlangs zat ik ook uh, met Andersen Peterson, dat is dan de wereldkampioen van vier jaar terug. En uh, zijn trainer Paul, uh, die zit hier mij, van ja, ik, ik, ik heb eigenlijk niet zoveel kennis in het speerwerm. Ik heb eigenlijk gewoon je vader altijd gevolgd en alle training gevolgd. En daar heb ik eigenlijk zo de basis van loopoefeningen en zo uh, allemaal eruit gehaald en dan een Andersen-Pietersen gegeven. En dan het tweede verhaal is uh, Julius Sejo. Dus eigenlijk traint jouw vader stiekem andere atleten <laughs> ja. zonder dat we het gewoon zelf ja. doorhebben. Dus heb je dan geen probleem om dat allemaal te, te delen? Dat's je heb er geen probleem mee dat atleten zien wat jij doet. Sommigen willen ja, het misschien een beetje voor zich houden. Er zijn maar... totaal geen geheimen. En, en ja, als je dan op zijn Facebook kijkt, dan weet hij heel mijn leven waarschijnlijk. <laughs> um, ik had nog een tweede voorbeeld. Zei je, nog een tweede verhaal. Uh, ah, Julius Seho. Uh, ja, de Keniaanse ja, speelwerper. Dus uh, hij, hij, hij volgt mijn vader ook al. Van, van jong zelf aan volgt hij mijn vader. En dan zit hij naar alles te kijken. En dan in eerste keer dat ik hem zeg, zag, zei hij ook van ja. Ik heb echt alles van u al gezien en ik probeer alles te doen. En, uh, ja, uiteindelijk zijn dat wel, als je dat hoort, dat zijn kleppers. Hè? Dat zijn mannen die boven de 90 meter gooien. Dus uh, dat is eigenlijk wel grappig dat dat geëvolueerd is. Over heel de wereld ben je eigenlijk het voorbeeld om te leren spelen werpen. Ja. Ook met die afworp. Je hebt die heel uh, bijzondere kenmerken afworpen. Ja, nee, dat, dat is meer een technische fout. Uh, well, de meesten zeggen dat dat show is, of zo, maar ik kan er niet <laughs> aan doen. Dus ik ben een zeer explosief type en uh, technisch maak ik een fout waardoor ik wat meer naar voren val. En uiteindelijk is dat er dan ingeslopen, die fout, ja. en dan is dat erin gebleven. Ja, het is moeilijk om nog iets te veranderen. Uh, maar ik denk gewoon... Uh, de, technische oefeningen in, en qua Iedereen heeft zijn eigen techniek qua. En uh, hey, er zijn, als je kijkt op de wereldranglijst, er zijn al duizend atleten die 80 meter gegooid hebben. Dus er zijn duizend technieken om dat te doen. Vroeger draaide de speer rond, denk ik, heel vroeger nog. Uh, dat... Al een van de allereerste technieken aller ooit. Ja, cool. zou kunnen. ja, yeah. ja. maar een speer draait altijd wel, wel rond. Er zit altijd wel een rotatie in ofzo. Maar uh, ja, niet rond de, rond, de, rond de as, maar rond. Ik heb het ooit denk ik. Ah, of van de allereerste discus, een discus, Denk ja, dat Louis Krones, mij ooit een filmpje van heeft laten zien. Een discus zien. of een hamer. Nu spreek ik van? Ja. Ja. Het filmpje heel lang geleden, niet ja, ja, ja. Natuurlijk. Bah, iedereen heeft zijn eigen techniek, maar ik denk gewoon de, de kennis. Uh, uh, welke oefening dat je allemaal kunt doen. Hè? En, en ook, ja, um, de, ey, alle wegen leiden naar Rome. Hè? Dus, uh, dus <laughs> het, is, het is gewoon. Je ja, hebt er maar van ja, ja, maar het is, het is gewoon, uh, ja, er zijn zo, zoveel manieren. Mm -hmm. Maar denk gewoon dat iedereen op zoek is achter een nieuwe oefening. En uh, als dat ik al samenwerk met een gymnastiektrainer of met, met Johan of met Luc en zij halen al nog weer oefening van ergens anders. En er zit daar wat variatie in, want ik heb graag variatie. En die atleten zien dan van ja, er komt regelmatig variatie op van die oefening. Dus dan zijn ze, welkom, we gaan dat volgen en uh, we, we doen dat mee. Maar... En zo ben je bekend over heel de wereld. Ja, dan maakt het wel grappig. Dat je dan komt. En, en, en ook ja, mijn vader zat op zoek achter uh, foto's van mij om, om te plaatsen. En dan uh, komen er fotografen tijdens de wedstrijd zijn: van ja, uw vader heeft gevraagd. Uh, om foto's te trekken van nu, dus ik ga dat, ik ga dat straks doen of zo. Dus uh, dat is ook wel even zo, je concentratie dat je dan kwijt zit. Maar uh, ja, na een tijd zei je dat gewoon. Uh, mm -hmm. Dus uh, ik weet op voorhand, als er iemand afkomt van ja. Die gaat daar iets over zeggen. Die zegt Chris Herman, dan zei ik ja, maar dat is mijn vader. Dus, uh, ja, Elise jouw vader dan nog lange we weg te gaan misschien. Ja, die is niet zo uh, bezig ja. met sociale media en zo. Maar misschien hopelijk wel met jouw carrière. Ja, ja dat, dat we wel. Van ja, ja. Maar dan um, wens ik jullie ontzettend veel succes in Rome op 7 juli. 7 juni, excuseer, gaan de Europese kampioenschappen van start, de Italiaanse hoofdstad. Die moet je heel veel succes. Elise, heel veel succes. En ook Milan, heel veel succes. Want we kunnen jou daar volgen ook met extra afleveringen van Track Records. Ja, dat we dus van dichtbij kunnen volgen, net zoals je op de vorige kampioenschappen ja, in um, al gedaan had. Dus um, heel erg bedankt om erbij te zijn en heel veel ja, bedankt om te luisteren. Veel meer moet ik eigenlijk niet zeggen. <laughs> en tot uh, de volgende Track Records.